30 Minutes, 31 juli 2020. Dit is het bulletin van vrijdag en we zijn live. Wat een smerige piraten. Te zachtjes. Oh, dat is beter. Hè? Maar dan moet er wel op die monitor uit, anders gaat het helemaal mis. Zo. Reeds. Trek ik mijn telefoon van tafel af. Smartphone, nou. Gaat wel lekker. Ik was heel laat. Terwijl ik eigenlijk al veel tijd had. Op een of andere reden was het ineens op. Daily Minutes live, een geïmproviseerde live. Oh, dan gaat ook XTV aan. Het gaat goed vandaag. Even kijken, monitor. Kan ik tenminste horen wat ik doe. Dan moet ik deze knop hebben. Meerdere toetsenborden heb ik. Nog wat smerige piraten, heren. Bah, wat een smerige piraten. Ik ga ervan uit dat het de heren zijn. Wat een smerige piraten. Het is maar dat we het weten. Oh, zoals ik met mijn voet in de knoop met het microfoon stoot.
En ik heb nog geen chatkanaal bij, is dan ook. Oh. Een smerige piraten. Hey, waar komen die smerige piraten uit? Een smerige piraten. Die heb ik per ongeluk aangetikt. Wat een smerige piraten. Nou, het gaat goed vandaag, die uitzending. Chatkanaal. Volgende. Ik zal de XTV even van Kampen unlinken. Dit gaat ook niet goed zo. Nou, we kijken dat ik niet struikel over mijn koptelefoon. En ik moduleer dat. Jongens. Ja, dat werkt zo niet. Als je vanaf Echolink toontjes geeft. Wie is dat nou weer? Er zit iemand mij door te rillen hier op XTV. Oh, weet ik niet hoe. Dat is een zooi hier. Al die studiospullen. Oh, ik strakel over een microfoonkoffer. Nou, het is fijn. Ik ga even Kampen unlinken. Hey Pieter, ik ga even Kampen unlinken, want anders dan ben je daar hoorbaar. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Ik hoor hem niet, hè. Maar dan moet ik jou ook... Luister, maar ik hoorde niet de melding dat hij hier gedisconnect was. Dus ik heb nog een paar pogingen. Even kijken hoor. Oh, we gaan praten tegen Herman. Nou, dan moet ik Kampen niet unlinken. Ik hoorde hem dat hij net connect met Twente. En je deed sterretje tot disconnect niet aan. Dan komt hij terug met 4 puntjes. En ik moduleer volgens mij te hard. Dan moet ik ze ook even verhelpen. Nee, ik had hem niet gehad dat het daar nu ineens heel druk is. Ik zal dit wel even wegzetten. Nou, het is even onverwacht dat er allerlei QSO's lopen. Even kijken, ik pak even het chatkanaal erbij. En dan moet ik even kijken, want stuur ik naar de opname te hard in. Volgens mij is het dat. Ik zie daar ook allemaal geluiden die ik helemaal niet wil zien. Volgens mij zit het er nog meer. Nee, dat valt mee. Het geluid is natuurlijk vertraagd. Ik zal hem ietsje zachter zetten, want anders dan... Het vervormt niet, dus en ik was ook harder dan de muziek, dus wat dat betreft. Oké, nou volgens mij kunnen we beginnen. De hectische periode hebben we gehad. Ik zie wel wat flat topping, maar het zal wel goed zijn. Horen jullie vervorming door op het chatkanaal? Of, ik hoor mezelf, ja, ik zie toch wel dat die behoorlijk vastloopt. Nou, zal ik het een tikje minder doen? Een tikje minder. Iets, oké. Ja, ik had wat ik eigenlijk allemaal had willen kijken, maar dat heb ik ook nog niet. Ik wil eigenlijk een paar van die SIP-apps installeren op mijn computer. En dan kan ik het geluid van de telefoon direct de uitzending in injecteren. Ik zie nog steeds dat het misgaat op de scope. Maar kan ook mijn limiter wel zijn die dat veroorzaakt. Ik weet niet of dat ergens in de elektronica vastloopt. Een limiter is natuurlijk wel een gewenst gebeuren. Hè? En inmiddels staat XTV dus even uit, want... Oké, zo is die goed. Ja, ik zou er eigenlijk wat meer op moeten letten, maar ja, dat is de afgelopen week ook niet gebeurd. ik heb wat, in tegenstelling tot de vorige keer, dat ik niets had voorbereid, maar ja, dat zie je dus altijd. Net voor de uitzending was ik ineens reuze zenuwachtig, maar er was geen plankenkoorts, maar dat was puur dat ik in tijdnood kwam. Maar het is alweer over. Vorige week had ik nergens last van. Ik denk van nou, ik heb het amper aangekondigd. Er is niemand die luistert.
En het kon nu wel eens, ik ga niet kijken. Maar dit zijn dus de live Daily Minutes van vandaag. En let wel, het is wel 30 juli inmiddels. Of is het de 31ste? Nee, het is de 31ste al. Jongen, dat is me eerder overkomen deze week. Ik ben zelden met de datum in de war. Maar ik heb een keer een nacht niet kunnen slapen, daar komt dat van. Dus ik hoor nog steeds mijn stem zachtjes terug in de headset, maar die heb ik al afgezet. Dus ik heb daar geen last van. Anders krijg je dat Eddie Becker effect met de oren, weet je wel. Maar ik had dus wel wat voorbereid ook nog. Maar daar ga ik zo meteen over hebben. Want eerst eens even kijken of ik een respons heb. Maar de type twee mensen terug nu. Dus dat schiet. Zit Sander ook te luisteren? Of niet? En PKB hoorde ik, maar ik weet niet of die... er zat wel iemand op de repeater mij door te geven. Maar het kan ook zijn dat het Herman was, want dat is ook zo'n grappenmaker. Ik zal de repeater toch eens even weer aanzetten, want dat is ook wel wat rigoureus. Beste Herman, fijne avond. Is papa en geen papa. Kier. Zie je? Gerade rechtzeitig. Goed, en ja, ik heb DT Mef op echt goed een keer uitgezet. Dus ik dat staat er los van. En ja, misschien dat het elders wel disconnect als dat toontje daar weer doorkomt. Het risico loop je daar weer natuurlijk. Het toontje bestuurt bij mij niet als het van Echoling komt, hoor. Groetjes, fijne avond. Hoi, het is papa. Echo 1 papa. Kilo Bravo, opluister. Ja, de groeten ook van hier. Dit is papa Alpha 6 Echo. Ik weet niet of ik inspraak heb. Ik zie daar niks van. Ja, John, ik hoorde je straks nog wat roepen. Maar iets over ging niet goed of zo. Maar ik weet niet precies wat er niet goed ging, John. Ik gaf even shouten. Ja, het is een echo. Het is niet zomaar een echo, het is een PA6 echo. Nou, ik zit live op internet uit te zenden in een programma wat zoals gebruikelijk heel chaotisch verloopt. En zo wordt het ook. Je kunt eventueel op het chatkanaal meedoen. En volgens mij hoorde ik Jurgen er ook bij komen. Dat is mijn, hoe noem je dat, mijn sidekick. Ik weet niet of hij zich nou gediscrimineerd vond. Volgens mij is hij gewoon een gelijkwaardige partner in die uitzending. Maar hij stapte vorige week wat laat in, maar dat hindert niet. Maar die is ook op de repeater. Heel merkwaardig, ik was van de week die nachtuitzending aan het opnemen. En toen had ik op de Tascam recorder, maar dat zal niemand gehoord hebben, hoorde ik heel zachtjes op de achtergrond de call geven van het 10 meter baken. En dat heb ik ook nog nooit gehoord bij die Tascam. Ik dacht dat dat ding heel goed hoogfrequent bestendig was. Maar het stond er echt op, het was ook echt een call. Het was geen verbeelding. Ik hoop dat ik voldoende in de porto praat, want dat is wel eens een probleem. Daar moet ik hard in praten, want anders gaat de zender uit. Nou, dit is PSS Echo en de microfoon die stinkt nog steeds naar gebakken weerstanden. Ja, je bent helemaal goed, Jon. Je klapt als een gek, hè? Groeten. Ja, dikke chaos, zo hoort het ook, hè? Ik vraag me af waar ik mijn smartphone heb trouwens. Oh, nou, er komt niemand meer terug. Ik zet wel de Echolink app op, dan hebben we wat minder kabaal. Als er tenminste stroom in de smartphone zit. Maar ik heb in elk geval eentje met stroom, dat weet ik wel. Nou, deze is dus ook alweer feestelijk leeg. Gaat goed vandaag. En dat doet me die star hotspot het ook niet. Want die gebruikt het internet van deze smartphone. Oké, okay. Nou, andere smartphone. Ja, ik hoorde het. Even kijken. Echolink. Hey, mijn scherm is leeg. Nou, oh ja, daar komt hij aan. Hey, hey. Vertraagd. Nou ja. Ja, dat gaat via dat ding gaat het beter. Via die pyramogochel. Even kijken hoor. Oh, nu tik ik er nog naast ook. Wat is Echolink test server. This server records your transmissions and plays them back to help you adjust your transmitted and received audio. Please feel free to connect as often as you like.
Well, Roger, thank you very much. This is Papa Alpha 6 Echo. Nou, dat klinkt toch niet gek. Dat wil ik ook wel even weten. Ik denk nou ik er toch zit. Maar ik moet deze hebben. Kan ik meteen zien wie er allemaal zijn? You have connected to a 6-link node, an Echo Link application for the Linux operating system. For more information, go to svxlink.sourceforge.net. Goed. Reeds. Dan kan ik de porto uitzetten. Dat geeft wat minder herrie. En bovendien heb ik die schakeling dan buitenspel gezet van het wieberen. Nou, waar gaan we het over hebben? Ja, wie is dat? Is dit Alfie? Ik zie Alfie Yankee Whisky er nog niet bij, maar die zal wel ijs aan het maken zijn. Nou, John? Ja? Ja, Peter, zeg maar. Oh jee. Ja, er was iemand die zat mij eroverheen te reliëren. Oh nee, dat komt bij jou op de achtergrond vandaan. Nee, dat komt bij jou vandaan volgens mij, Peter. Op de achtergrond, maar dat is niet erg. Volgens mij, Peter. Ja, klopt. Ik roep boe, maar dan val ik er al mee buiten. Oké, ja, ik zit wel niet echt op de achtergrond. Het is toch een beetje op de voorgrond, maar dat geeft niet. Ja, ik zal eens even kijken in mijn lijstje. Ik had 3 majeure onderwerpen voor de uitzending. Voor de rest was er verder niets van belang. Even kijken hoor. Ja, nee. Maar dan moeten er eerst wat meer mensen reageren, want anders heeft het ook niet zoveel nut. Ik zit wel, een van de dingen waar ik, heb ik net al aangestipt. Oh, nu zie ik mijn vuurmeter niet meer. Maar dat is wel iets van belang. Ik had het net over die SIP-servers. Zodat er wat makkelijker ook meer mensen kunnen inbellen. En Skype zal ik er ook bij zetten. Maar ik zit ook te denken van kijk, we doen dat nu via XTV. Maar ja, we kunnen natuurlijk via Echolink dat wel gewoon doen. Dan zou ik gewoon Echolink op de computer moeten installeren of op de server van dmr.li, dat kan ook nog. Dan kan ik hem zo inkoppelen. Hè. Dus dat kan ook. Dan heb ik daarmee gewoon wel een directe koppeling. Dus dat zou ook nog kunnen. Maar de geluidskwaliteit van Echolink is niet super. De geluidskwaliteit van Skype is heel erg goed, maar ik ben niet zo'n Skype-fan. Maar ik weet eigenlijk ook niet wat voor alternatieven er zijn. En ik denk ook van nou, als je nou toch met Skype doet, dan kun je er net zo goed ook beeld bij pakken. Dus voor mijn part gaan we via Zoom zitten, maar dan een open source variant daarvan het liefst. Maar daar ben ik nog naar aan het kijken. Cello. Oh, grote god. Oh jee. Gezwello. Als het niet echt hoeft. Toch maar geen cello. En ook geen Teamspeak. Nou is mijn schermpje ineens weg. Zello, ja. Ziggo. Of Zello met Vodafone. Ik ben niet een Zello fan. Kijk, als we dan wat doen. Kijk, het leuke van Echolink is dat we dan wel, inderdaad Skype. Want het leuke van Echolink is natuurlijk wel dat we dan de ether er ook bij hebben. Maar ja, weer niet iedereen die mee kan doen. Dus dat is dan wel weer het nadeel. En ik wil het ook wel zo van niet-amateur onderwerpen hebben. Wel heel vaak eigenlijk. Veel vaker dan praktisch is voor een amateurverbinding. Dus Skype is misschien wel wat. Ik weet eigenlijk niet eens of mijn account daar nog werkt. Dat heb ik wel vanaf het begin. Dus dat was lang voordat Microsoft er iets mee te maken had. In de tijd dat ik ze nog vriendelijk gezind was dus. Maar Zoom kan ook. Want het leuke van Zoom is, dan kun je dus al die cameraatjes in beeld zetten. Er zijn wel meer die dat kunnen. Maar dan kun je al die cameraatjes in beeld zetten. Hè? Dus dan zie je al die mensen. En ik heb hier wel een videohoekje. En het leuke is, ik heb altijd een geweldige hekel aan om op mijn gezicht in beeld te komen. Maar ik kan een coronamasker opzetten. Ha! Dan koop ik wel een mooie.
Ik ben daar niet geblokt. Het heeft niks met diensten uit te maken. Peter, maar je hoeft de camera niet aan te zetten. Het is geen verplichting. En het geluid is wel goed, hè? Dus dat is wel... Martine voor de camera, dat kan ook. Martine die zit boven, die lag net in het zonnetje en die was er niet weg te slaan. Dus ik zeg nog, kom beneden, maar nee, dat wou ze niet. Dus het is lekker rustig, want die is nog steeds boven. Het is er stikkers warm, waar katten dus van houden. En geen Martine voor de microfoon vooralsnog, dus ja... Maar Zoom is ook wel leuk. Ik weet niet of er mensen zijn die nog meer suggesties hebben. Maar ik zie maar twee mensen in het chatkanaal. Dus ik vrees dat we het erg rustig hebben. Ik zal eens even kijken of ik op de verschillende servers nog wat zie. Ik hoor iets via de ether. Nou, even kijken. Oh, super druk is het niet, maar het valt me niet tegen. Ik zeg het lekker niet. Het is meer dan vorige week. Maar is Sander er ook? Want ik zie geen commentaar van Sander. Maar dat zou best kunnen. Met chatschermpje. Sander is er ook. Maar ik zie niks van Sander hoor, dus goed, die microfoon, daar moet ik echt wat aan doen. Ik weet niet, het is toch wel erg, dat ruikt erg raar. Het is ook echt steeds dat ik denk van er staat een weerstand in de brand of zo. Maar als het ding in de verpakking zit, dan, en ik haal hem eruit zonder dat er stroom op staat, dan ruikt hij ook zo. Dus het zal wel meevallen. Als ik weg ben, dan weten jullie waarvoor het is en ik heb geen reserve microfoon. Oh, hij zwaaide. Als je me niet eens veel zwaait, want dan komt hij het kanaal daarnaast terecht. Bij Peter alles in de brand? Nou, zo te horen valt het wel mee. Maar het zou kunnen. Ja, ik kan ook wel wat plaatjes draaien... Voor zover die de auteursrechten vrij zijn dan, want anders dan begin ik er niet aan. Reeds. Nou had ik alweer de neiging om een roepnaam te zeggen. Dat is gek. Dat heb ik nooit als ik wat opneem. Jongen, jongen. Wat gebeurt daar nou weer? Bah, ik hoor wat tikken. Smerige piraten. Oh nee, hè, daar heb je hem weer. Nou. En misschien moet ik toch CQ gaan geven of zo. Jongen. Ik zit even te kijken in mijn mapjes of ik daar nog wat leuks heb staan. Maar zitten. Verdikken, maar wat is dat onhandig dat ik mezelf terug hoor soms. De ene keer is het niet zo erg, maar de andere keer wel. We zien hoor. Wat is dit dan? Jongen. Chapter 1 of Great Inventors and Their Inventions. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, kijk, dat zei ik, in de public domain. Great Inventors and Their Inventions by Frank P. Bachman. Chapter 1. Inventions of Steam and Electric Power. James Watt and the Invention of the Steam Engine. Until a little more than 100 years ago... Is dat interessant of niet? Niet dus. Oh. Het is wel raar om mezelf zo terug te horen na een minuut of zo. In a hurricane, tornado or earthquake, would you bet your life that the internet and cell phones still work? Would you bet the lives of your family?
I don't think so. Ham radio. It works. Inderdaad, zo is het. Helemaal. Jongen, ja. Misschien moet ik toch wel wat meer alarm maken met... Oh, meneer Susenbach. Het interview. De column. Maar niet de ronde. Dit is de column. De column. Als ik niet oppas, dan herhaalt hij zichzelf. Wat is dit? Hé, wat doet dat ding er lang over? Hey, ik hoor. Wie is dit? Ja, Peter, je bent onverstaanbaar. Dit gaat niet goed. Dit gaat echt niet goed. Ik heb hem maar even dichtgezet, Peter. Oh-oh. Ik dacht dat ik hier nog een jingle had. En hier ook niet. Nou, fijn is dat. Ik heb geen idee wat ik op die schijf allemaal heb staan. Ik zit eens eventjes daar... Nou, dat is heel boeiend allemaal. Nou, schrik niet van dit. Let op hoor. Hier test ik ermee of het allemaal goed... Die hoogste die hoor ik niet, maar die zie ik wel op de scope. Nou, ik zocht een bepaalde jingle, maar die is niet te vinden, dus... Nee. Jeetje, ik heb hier nog bestanden in WMA staan. Uit welk jaar is dat wel niet? (laughs) 2013. PLC is een mooie techniek waar je veel mee kunt doen. Het gebruik van de korte golf in heel Nederland onmogelijk maken bijvoorbeeld. KPN doet het gewoon. Zo. Ongelukje. Ik wilde die eigenlijk helemaal niet draaien, maar toch. Nee, dat is een... dat is als... Hola, ik zet even die koptelefoon. Ik hoor mezelf terug en ik kan niet praten daardoor. Die toontjes, dat is als ik DMR.li opnieuw moet afregelen. Dus als ik wil weten of die alle tonen nog doorgeeft. Want er zit een adaptieve audiofilter in. Die dus zorgt dat zoveel... Nou, dat lukt niet helemaal, maar die zoveel mogelijk probeert om alles tegelijk te laten klinken. Herrschaften, wie geht's Ihnen? Ja... Dat is wieder eine Deutsche, die in meine Keule zit, daar am Strand. In Zeeland. Ja, de mono-audioloog. Audioloog en de volgende dag sprak audio de waarheid. Maar goedenavond, Kees. Reeds. Even kijken hoor. Wat hebben we hier?
Het aantal luisteraars neemt toe, dus het gaat de goede kant uit. Dan gaan we dat even goed in de gaten houden, want ik ga zo meteen Jurgen vragen om te bellen. Of ik wil Jurgen ook wel bellen. En dan gaan we kijken of het aantal luisteraars toe of afneemt. Nee, ik ga er maar niet naar kijken. Dat zien we achteraf wel. Ja, Peter die zat op Echo Tango Echo Link, maar ik heb Peter even afgezet. Want die had mij zo hard, volgens mij staat op dezelfde, waar die Echo Link met dingen staat, staat ook die dingen te dingen. You have connected to the Linux node, an Echo Link application for the Linux operating system. For more information, go to svxlink.sourceforge.net. Nou, ik weet het niet, Jurgen. Ik heb wel hier twee telefoons, dus dat is wel handig. Dus er kunnen minimaal twee mensen bellen. Maar als ik SIP heb of als het met Skype gaat, dan kunnen er vast meer. Maar dat is voor de volgende keer. Ik hoor ineens wat op... Nu moet het goed gaan, John. Ah, kijk aan. Hey, ja, nee, klopt. John, nu moet het goed gaan. Ja, klopt. Maar dan hoor je mij niet. Dan sta ik zachtjes, dus ik... Peter hoort mij niet. Hey, nee, jawel, ik heb de koptelefoon op. Oh, kijk aan. Nee, dat gaat echt perfect. Nee, maar je hoort me met heel veel vertraging. Oké. Ja, volgens mij zit er 30 of 40 seconden tussen. Dus, Wel een beetje. Ja, je hoort jezelf natuurlijk ook. Ja, dat moet ik nog oplossen. Dat wel goed gaat. Maar dat kun je met een matrix ja. Kun je dat doen. Nee, maar met de matrix, zodat ik jou wel hoor, jij mij op een goede manier. Die vertraging los ik niet op, maar ik kan wel andere problemen oplossen. Dus. Nou, dit gaat niet hoor. Ja, dit is wel te doen. De enige is, je reageert zo laat op wat ik vraag en ik op jou volgens mij. Nee, ik hoor jou wel meteen natuurlijk. Oh, dat is, je moet er permanent bij nadenken, hè? Ja, anders hoor je jezelf drie keer. Ja, als ik dat hier doe ook. En het gaat heel snel gaat het mis. Even kijken, wat schrijft Kees nou? Kees is met het voer aan de gang. Oké. Je moet dat niet zelf opeten, Kees. Dat begrijp ik daar een beetje uit. Voor de kappen. Ja. Martine is wel erg rustig, vind ik hoor. Dat is echt, meestal als ik aan een uitzending begin, dan begint ze te lopen aandacht te vragen. Maar nee hoor. Het is wel een lief beest, alleen ze kan ongelooflijk dreinen. Maar ja, dat maakt wel weer heel goed. Jawel, is die wel. Of niet? Is die weggegaan? Oh, hij is weg. Ja, nee, hij staat, bij mij staat hij net... Ja, ik hoor hem niet. Nee, maar hij kan niks zeggen, zolang jij wat zegt. Ha! Je moet eerst de mic loslaten, anders kan hij niks zeggen. Oh. Ja. Nee, dat... Kijk. De JVB-amateur. Kijk, daar is hij hoor. Hij drukt hem alleen kort in, verder niks. Dat kan ik ook. Dit is PA6 Echo. Maar nu hoor je niet al die geluiden van die link en die link erbij. Bravo Romeo Juliet. Zo. Nou, strikt genomen ben ik in overtreding als jij je call niet zegt, als je de repeaterregels heel letterlijk neemt. Want je zendt zelf niet uit, dus als jij je call niet zegt, dan krijg jij geen problemen, maar ik wel. Want het is via mijn zender. Maar dan word ik niet, hoe zeg je dat? Bovendien krijg ik daar geen gedonden mee, maar die kans is erg klein. Maar het is strikt genomen is het wel zo. Maar het echolink is sowieso ingewikkeld. Want als jij vanuit het buitenland een Nederlandse repeater linkt, moet je dan je buitenlandse call gebruiken of je Nederlandse? Dus dat weet niemand. En volgens mij is dat ook per land, zou dat verschillend zijn. Maar er wordt gelukkig niet op gelet. Tot nog toe. Ja, dat zou best kunnen, Jurgen, als Martine jou hoort dat het helemaal verandert. Kijk, dus er weer iemand. Dit is echt heel vervelend, hè? Want ze weten dat ik met die uitzending bezig ben. En er zijn toch altijd weer mensen die. Oh, wacht even, dat is Jurgen. Ja, nee, hallo.
Ja, nee, ik dacht in eerste instantie, dacht ik, dat is weer iemand die wil mij een energie aanbieding doen. Ja. En toen dacht ik, het is een van mijn kennissen die weer eens niet nadenkt dat ik om deze tijd vaak met de uitzending bezig ben. En toen dacht ik, verrip, dat is een aanreden. Ik overdrijf hoor, ik dacht meteen dat je het was. Maar... Ja, ik heb een speciale aanbieding, hè. Ik ben van Essent. Oh nee, daar gaan we hoor. En u bent klant bij ons? Ja, u bent klant bij ons, heb ik gezien. Dus ik kan u een perfecte aanbieding doen. Oh jee, daar gaan we hoor. Dat is echt wat ze altijd zeggen, want dan hoeven ze namelijk niet op het belregister te letten. En als ze dan gedonder van komt, dan zeggen ze, oh, ik heb me vergist. Ja, maar dat is altijd hetzelfde, joh. Ik weet niet, zit ik al in de uitzending of ben je... Ja, nee, ik helemaal. Voor de zekerheid heb ik plek gemaakt zodat ik mijn elleboog op tafel kan zetten, dat ik niet steeds dat ding in de lucht moet houden. Maar hartstikke leuk, Peter is erbij. Ik zag dat de Sander erbij zat. Ja, schrander. Ik heb... Kees is er ook. Ik heb wel nou de DMR.li heb ik uitgezet. Ja, nee, anders gaat het mis. Dat, ja. En bij de Echolink ben ik even uitgelogd. Want anders dan krijg ik hier helemaal... dan hoor ik mijn eigen drie keer terug. Kakofonie. Peter zegt dat ik wel hard ben. Dan moet jij veranderen, want ik zit met een telefoon. Dus ik kan niet... Nee, maar je bent helemaal niet hard. Op de vuurmeter niet, hoor. Ik kan je wel, het enige wat ik kan doen is je verder bij de microfoon vandaan houden. Ja, dat kan ook. Hè. Peter zegt wel dat ik hard ben, dus... Oké. Okay. Ja, ik zie het. Ja, nee. Dat is een zacht uitje natuurlijk. Alhoewel, ja. Dat is ook lekker ochtends. Ja, nee, maar de microfoon die staat precies voor mijn beeld. Dus de onderste regel die valt weg achter de microfoon. Dus ik zag niet wat Peter typte. Dus ik moet gewoon het beeld wat hoger in beeld zetten. Dan, of de microfoon omlaag, maar volgens mij kan dat niet. John, ik hoorde jou gisteren in de ronde bezig. Dat ging over mondkapjes. Mandkopjes. Dat ik ervaring zou hebben met koffiefilters te gebruiken. Hè? Ja, maar dat is niet zo. Die heb je er gewoon ingestopt en nooit gebruikt. Nee, die heb ik nooit niet voor de koffiezet gebruikt. Nee, maar ik bedoel, die koffiezakje had je toch in dat gasmasker van je? Ja. Maar werkt dat? Ja, dat werkt goed. En ik heb er twee laagjes in gedaan. En daartussenin, daar zit nog een speciaal laagje met speciaal filtermateriaal. Oh, wat is dat voor... Dat hebben we hier, alle Belgen die hebben mondmaskertjes gehad. Ja. En vier zakjes met filtermateriaal, waar je erin moet steken. Oké. En ja, ze zeggen, ja, je kunt ofson, dat is net een A4'tje. Dan kun je een beetje opvouwen, dan past dat in de stoffenmondmasker. Maar je kunt dat ook voor eigen filters gebruiken. Oké. Dus ik heb nou zo'n filterpot, die had ik uitgeprint. Ja. En... Ja, je moet maar op mijn site kijken, daar gaat mijn vleugelmoeren, kan dat ja, nee, dat had ik gezien, maar dat is ON3, voor degene die luisteren, ON3JVB.wordpress.com. Ja. ON3JVB.wordpress.com. Ja, dus ik kan die openhalen, ik kan die filters gewoon vervangen als ik wil. En ik doe dan altijd één laagje koffiefilter, één laagje van de filterspul wat ik van België heb. En daarna nog een koffiefiltertje, hè. En ja, dan valt prima door te ademen. Oké, want dat wou ik inderdaad vragen. Ja, dit werkt niet hoor. Als je toontjes geeft, ik weet niet of dat voor mij bedoeld is, maar dat werkt dus niet als het van Echolink komt bij XTV. Dus alleen als het uit de ether komt, reageert hij erop. Nee, ik gaf geen toontjes. Nee, maar er is iemand die vast meeluistert die dat doet. En die denkt van nou, dan wordt hij wel geunlinkt of dan gaat de ene naar de andere gebruiker eruit. Nee, maar ik denk dat het van, waar het vandaan komt, even kijken hoor. Komt het van Kampen of, dat moet haast wel, want de anderen zijn er niet. Of hieruit de ether, wat natuurlijk ook kan, dat zou ook wel heel goed kunnen. Maar dat mag. Nee, het kan niet hieruit de ether komen, dan zou u erop reageren. Ah, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat wou ik vragen of je er goed doorheen kan ademen, want dat is inderdaad wel een punt. Ja, dat is geen probleem. Dan moet ik wel zeggen, ik zit met een volglaasmasker, hè. Dat is dus, Ja. Inademen door het filter, uitademen, dan gaat het door een klep eruit, hè. Oké. Maar dat is niet de bedoeling. Nou, ik vind het toch de beste oplossing. Voor jou wel, maar voor de buitenstaander niet. Nee, die ziet... Die ziet als ik...
Maar die krijgt de volle laag. En de reden van dat je het moet gebruiken is juist dat je de anderen niet besmet. Ja, maar, dus ja, je moet ook door het filter naar buiten ademen. Ja. Maar dat is wel een probleem. Nee, ik, had je verteld of had je nog meer? Ik vind sowieso heel dat gebeuren hier in België met die mondkapjes op. Het is gewoon onzin, hè? Ja, dat is heel ingewikkeld. Want ik heb inmiddels de afgelopen dagen wat onderzoek gedaan. En het blijkt dat eigenlijk de meningen daarover nogal verdeeld zijn. Ik heb dat voor iemand in een mailtje geschreven. Dat heb ik even gekopieerd. Dat kan ik straks wel even oplezen. Want dat is toch wel interessant wat precies nou de beweegredenen zijn achter de verschillende meningen. Nou, ik heb er een hele simpele mening over. En dat is wetenschappelijk bewezen. Dan kan je een mondkapje dragen. Maar als jij in de supermarkt bent en of in de een of andere winkel en je pakt iets vast wat door iemand anders besmet is, en dan mag je een mondkapje hebben of niet en je wrijft daarna eventjes in je oog. Ja, nou maar wacht eens even Jurgen, je moet ook niet in een supermarkt iets vastpakken en daarna in je oog wrijven, zonder dat je eerst je handen saniteert. Dat weet ik, maar vertel dat eens tegen België. Ja, ik heb geen idee. Wat voor vieze varkens het zijn, daar heb ik geen flauw idee van. Nee, mijn vriendin ook, die wil naar de Aldi, want die moet bijvoorbeeld een japonneke hebben. Wat ik me nou altijd afvraag, is jouw vriendin nou Nederlands of Belgisch? Nederlands, wat dacht jij? Sorry. Dat klinkt zo van, oh, maar je bent een Belgische vrouw is over het algemeen wel mooier, vind ik. Ja, nou, die Belgische vrouwen die ik ontmoet heb, die waren allemaal heel mooi. Maar de meeste die ik ontmoet heb, die waren in Belgisch Limburg. Limburg, dat is oké. In de buurt van Brussel. Even kijken hoe je dat plaatst. En waar ik echt nooit, nooit zou willen wonen of langer zou willen, dat is Harelbeke. Wat een stug volk is dat daar. Zeg. Man, het is verdikken, maar het is nog erger dan Friezen. Echt waar. Ja, Harelbeke, dat is inderdaad ook een apart verhaal. Ja, dat is echt. Maar dat komt, dat snap ik wel, dat komt dat die Fransen er zo dichtbij wonen, want die zijn erger. Die zijn nog erger. ik chargeer hoor, doe mij geen rechtszaak aan. Het is allemaal in het. Het is allemaal satire. Let wel. Nou moet ik eerlijk zeggen, ik ben. Ik heb heel wat adressen gereden, hè, hier in België, Benelux. En ik had één adres in Frankrijk. En als ik dan 's ochtends thuis vertrok. Dat was nog voorbij Toulouse. Tussen Toulouse en Parijs. Dan moest ik dan zijn voor een pistooltje te vervangen, hè, van een benzinepomp. 5 minuutjes werk en dan moest ik weer. Jij met een pistool de benzinepomp in, wat zeg je nou? Ja. Oké. Okay. Ja, dan moest ik daar naartoe rijden voor gewoon een pistool te vervangen. Oh, dat is dat pistool waarmee je de benzine in je tank schiet? Ja. Oké. Okay. En daar kwam ik dan meestal rond een uur of rond 12 uur aan. En dan deed ik mijn jobje en dan was dat 's middags moest ik blijven eten, hè. En dan was dus met de wijn op tafel, hè, om 12 uur gewoon hup, aan de wijn. Ik was ooit in een plaatsje Denderleeuw, dat zou je ook wel kennen. Ja, ja. Daar zat die Koerdische zender toen, dat is volgens mij zit dat er al lang niet meer. Maar op dat moment was hij, maar daar was ik er niet voor. Ik was gewoon bij particulieren op bezoek en ik zou die jongen interviewen. Dus ik was daar om 10 uur 's ochtends of zo, gigantisch vroeg met de trein erheen. En ja, nee, echt, joh, ik moet om 6 uur in de trein zitten of zo. Dat was echt afzien was dat. Toen was ik nog geen ochtendmens. Dat ben ik nou wel. Maar dat was om 10:30 van, ja, wil je een boterhammetje? En nou, er kwamen toch een partij luxe broodjes op tafel met beleg. Dat was, oh, maar wilt u een Belgisch pintje erbij? Nou, dan kwam meteen de Westmalle trippel op tafel. Ochtends vroeg. Ja, 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 ja. Dat is hier nog steeds, hè. Dat is nog steeds heel gewoon, hè. Ja, nee, maar in Harelbeke, dat was de week gewoon van, nou is het interview nu klaar. En ik kreeg nog eens geen eens koffie. Ja, nee, dan kun je in de auto stappen en pleiten. Precies. Zo van, nou, we hadden precies afgemeten van, nou, zo'n interview, we wisten helemaal niet wat had nooit eerder een interview. We hadden precies afgemeten van, nou, zo lang gaat het duren. Ik kwam vanochtend toevallig, ik zat in mijn foto's te bladderen, toen kwam ik de foto van die man nog tegen. Ik zie nu ineens zijn gezicht voor me. Ah, serieus? Nou, vanmiddag was dat. Serieus? Ja, maar ja, kijk. Het was net Urbanus, die man, hè. Dus ik denk van, nou, dat wordt lachen, maar dat was een stugge figuur, joh. Dat was echt niet te geloven. Ja, maar dat is, ja, in
in Nederland is dat ook, hè? Dat verschilt ook, hè? Ja, in het noorden, joh. Dat is echt... Als je in Limburg komt, dan staat er bij de directeur van de bedrijven, dan staat er, doorgaans staat er een klein koelkastje in de kamer met altijd verse fly erin. Ja. En je kunt een punt krijgen of je wil of niet. En nou, laat anders maar staan. Dan neem er een paar happen, dat is ook goed. En nou, maar kom je in Friesland, dan heb je vergadering met vijf mensen. En dan, dan leggen ze dus vijf Maria-kaakjes op een schoteltje. Gewoon op een koffieschoteltje. En dan zegt er eentje af en dan pakken ze dat kaakje terug. Dat is echt, dat is serieus waar. Dat is ja, een echt... Hier in België is dat ook, hè. In Nederland, als ik vroeger bij een pompstation aankwam... ja, toen waren ze allemaal nog bemand, hè? Want nu zijn er heel veel onbemande stations. Maar het eerste, voordat je aan het werk begon, dat was hier een muntje, hier een bakje koffie pakken. Dat maakte in België totaal niet mee, hè? Niks, nul. Nee, muntjes. Muntjes, nee. Of dat je een bakje koffie kreeg, hè? Niks, ja. Hè? Nou, mijn vader is uit Friesland. Maar mijn vader is een hele lieve man, moet ik zeggen. Maar hij is al 15, 16 jaar geleden overleden. Maar mijn vader die vroeg altijd als mijn vrienden op bezoek kwamen van... hoeveel koppen koffie willen jullie? En dan zei ik van, is dat nog gastvrijheid? En ja, terwijl ik toch ook uit het noorden ben. Ik kom dan wel half uit Friesland, half uit Drenthe. Maar die mentaliteit die moet ik dan toch ook wel een beetje hebben. Zeker als dat aangeboren is. Maar ik ben daar ook opgevoed. Dus, en ook door hem opgevoed. Maar en andere dingen. Toen ik een vriendin uit Limburg had. Daar waren toch wel grote cultuurverschillen in dat opzicht, hoor. Mijn moeder die kookte bij kerst gewoon zoals ze elke keer kookte. Nou, toen ging ik een keer met kerst hier. En ik zeg, ja, je moet er wel rekening mee houden dat mijn moeder er niks speciaals van doet. Maar met niks speciaals had zij toch heel wat anders begrepen. Die was heftig teleurgesteld. Heftig. Ja, ja, maar dat is hier in België ook. Hè. Kijk, in Nederland hebben we daar noordoost, zuidwest. Dan merkte echt verschillen. Ja, ja. Tussen het karakter. Maar dat is hier in België hetzelfde. Hè. Of je aan de kust zit, of je zit in Limburg, of... Ja. Het Franstalige gebeuren. Luxemburg, dat is ook weer een apart verhaal. Ja, en heb je het Duitse deel nog? Volgens mij is dat ook anders. Ja, we hebben ook nog het Duitse deel. Want heel veel mensen die weten het niet eens. Dat België, dat is niet tweetalig, dat is drietalig. Maar er wonen maar 20.000 mensen, joh. Er zitten wel veel zendamateurs. Ja, dat klopt. In Luxemburg trouwens ook. Maar dat vind ik niet gek met die bergen. Maar in dat Duitsstalige deel, daar praten ze prachtig Duits. Hè? Dat is echt hoog Duits is dat. In lange tijd waren ze op D-Star heel actief. En toen zaten waren nog heel weinig reflectors. Dus toen hoorde je ze ook heel vaak. En dan hoorde je iemand Duits praten. En dan dacht ik van nou, die komt daar ergens uit de regio Berlijn of zo. Of wat ook. En dat bleek dan weer iemand uit Oostkantons te zijn. Met een Owen Hupplepupkol. Nee, hier in België hebben we dan de hoogste plek. Daar staat een gebied. Ja, 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 dat is, hoe heet het ook alweer? Bertrange? Ja, Signaal Botrange. Barak de Frituur? Ja, Signaal Botrange heet dat. Maar daar heeft Pedro heeft daar die locatie, hè? Dat weet ik. Oké. Okay. ON7, waanzinnige piraat. Ja, echt, WP, juist. Ik kan heel goed met hem opschieten, echt. Ik heb hem ooit uit centamateur.com geflikkerd, hè. Dat hoort ook zo'n beetje bij ons, ja, vriendenclubje. Maar even tussen ons, want het moet niet in de publiciteit. Ik heb ooit Koele Pascal uit centamateur.com geflikkerd. Oh? Ja, die mag daar niet meer komen. Omdat hij zich misdroeg. Serieus. Ja, ik ken hem wel, hoor, maar ik zie hem enkel maar op beurzen of ik spreek hem over de belrap of zo, maar... Ja, Pedro bedoel je, ja. Nee, maar met Koele Pascal is dat heel goed uitgepraat, hoor. Dus, en ik heb hem ook ooit aangeboden om terug te gaan, maar hij zag dat niet zitten. Hij zei, volgens mij zei hij zoiets van, nou, ik ga er vast weer in de fout. Maar Pedro, die was echt, en die was elke keer was dat gedoe. En er zijn anderen die dus dat ongeveer hetzelfde deden, die dus tegenwoordig heel wat gematigder zijn, die er gewoon nog zitten. Maar ik vind de discussie zo scherp gevoerd, wat ook wel goed, maar het moet niet het hele forum op stel te zetten, of dat mensen weg gaan lopen of zo. Dat is voor mij wel de grens. Ja. Maar Pedro die was heel kwaad op een gegeven moment, want ik had een repeatervergunning gekregen. En dat was voor een repeater met een antennehoogte van maximaal 10 meter en maximaal 1 watt. Mm-hmm. En toen was hij heel erg kwaad, want hij vond dat repeaters moesten altijd op het hoogste punt staan. En ik zei van ja, dat is niet zo, want als die repeater aan die star aan het netwerk hangt, ja, dan heeft dat toch zijn nut als dat ding zo laag staat.
En nou, daar was hij heel boos over. En hij was echt, was loeiend boos was hij echt. En, dat liep heel hoog op. Maar in de tussentijd stuurde hij me wel allemaal informatie hoe ik mijn repeaterfilter beter kon krijgen. Ja, het is, ja. Dus, ja, het is een Belg, maar je hebt een bootje in Nederland. Ja, ja, dat is een halve Nederlander. Die voelt, die heeft ook heel veel met de Nederlandse, met Nederland wel. Dat hij dat geweldig vindt. En dus ja, nee, het is wel een uniek figuur. Dat, en hij doet ja, hij doet... Zo ken ik hier in België nog eentje. Ik weet niet of je die kent, de Willem. Nee, ik ken geen Belg die Willem heet. Is dat een Belgische naam? Pedro kan ik me nog voorstellen. Maar... Nee, nee, Willem, dat is de, die komt ook uit Nederland, maar die woont hier ook in België, dat is ook een, ja, ook een speciaal. Bedoel je niet Bas? Hm? Bas. Bas, die woont hier in de buurt, hè? Nee, joh. Die woont, het lijkt wel op Ravels, maar dat is niet. Herpes heet die plaats. Herpes? Ja. Oei. Oh, nee, Heppen. Oh, dat wou ik zeggen, herpes. Ik zeg altijd herpes. Oh nee, hier in de buurt wordt Heppen, dat is zijn website, heppen.be. Ik wou bijna zeggen herpes.be, maar dat is ja, Heppen. Nee, wacht even. Of is het niet Heppen? Nou ja, het lijkt op herpes. Dat wel. Het is zijn achternaam. Bas, oh ja. Bas Heppen. Is dat zijn achternaam? Oh, ik dacht dat dit zijn plaats was. Nee, die woont in Beersen. Beersen is dat? Ja. Oké. Ik dacht dat Heppen zijn plaatsnaam was altijd. Dat is zijn achternaam. Want dat klinkt... Ik weet nou zijn kool even niet meer. Ja, BH? Nee. HB? Nee. Ja, dat is wel zijn achternaam inderdaad, want dit is BH is het volgens mij, of HB. ON4HB? En het was altijd ON2. Nee. Hij heeft een web-SDR, dus als je op die site gaat kijken, dan vind je hem wel. Moet even kijken, wacht even. Ja, ik heb maar één hand vrij, mijn toetsenbord, op de plek van mijn toetsenbord staat mijn microfoonstatief en dat is behoorlijk gammel. Dus daar wil ik niet aankomen. ON4HB, hè, dacht jij, hè? Ja, ik denk het wel. Dacht het ook. Nee. Nou, als ik in mijn mailprogramma ga kijken, dan vind ik hem ook. Ja, nee, dat is ja, hier doen ze die achternamen ook altijd omdraaien, hè? Ja, ja. Heppe Bart, hè, zal het dan zijn, hè? Bas, ja. Juist. Hij speelt... Nee, die woont hier vlakbij. In, Hij speelt de bas. Nee, ik speel de bas. Oké. Nee, wij zijn de heidezangers. Huh? Wij zijn de heidezangers. Eigenlijk behangers. Vroeger was ik behanger. Ja, nee, maar dat is toch een liedje van André van Duin? Hallo, wij zijn de... Hey. Nou ja. Eigenlijk behangers. Is wel erg leuk. Hij speelt de bas. Ik ben er ook een paar keer thuis geweest. Hij speelt de bas. Ik heb er nog twee leuke mobiele antennetjes van gekocht ooit. Kijk. En weet jij dat Misha ons samen ooit eens totaal voor de gek hebt gehouden? Nee. Misha. Vertel. Ja, vertel. Nou, dat was een klotenstreek. Oh, het was, maar dat was toch wel voor de gek houden is toch altijd wel leuk? Nee, het was echt om te lachen. Oké. Maar lachen is toch ook leuk? Ja, nee, het was echt om te lachen. Het was een goede grap van Misha. Bas en ik, die hadden eigenlijk het idee om hier op een watertoren een repeater neer te zetten die gekoppeld zou worden aan de NOS. Ja. Dus wij dat idee aan Misha voorgelegd van, goh, kan dat dit en dat? Oh, dat is allemaal geen probleem. Jullie regelt de repeater en wij zorgen dat gelinkt wordt met de NOS. Nou, is goed. En... op een gegeven moment, ik krijg telefoon van Bas. Hij zegt, je moet nou eens op de kaart kijken van Hobbyscope. Hij zegt, dit gaat het niet geloven. En wij wisten dat de mannen van Hobbyscope, die zouden de volgende dag richting het zuiden komen. Voor een repeater neer te zetten. Ja. Wat had Misha nou gedaan? Die had precies op de watertoren die we uit hadden gezocht. Daar had hij alvast zo'n dingetje neergezet, hè. En wij allebei heel de dag, godverdomme, dan gaat die lopen met ons idee. Ik zeg maar, laat maar gaan. Als dat ding er staat, dat is prima.
En ja, de dag dus later... Dat scheelt je een hoop werk, joh. Van Hobbyscope. En van, ja, wij zitten vlakbij Breda, dit en dat. Dus wij dachten van, hé, kat in het bakje, hè. En ja, diezelfde middag, toen ging de repeater van Breda ging aan, hè, de ontvanger van Breda. En zagen wij zo dat dat icoontje van Ravels zo naar Breda gesleept worden. Maar die repeater is er nooit gekomen? Hè? Die is er nooit gekomen bij Ravels, helaas. Nee, Ravels nooit. Oké. En ik heb ooit nog eens met een beurs hard naar Misha staan te lachen van mij. Ja, ik dacht dat jij dat wel wist. Ik zeg, ja, toen dat ding naar Breda gesleept werd, toen wist ik het, ja. Ja, dat had hij expres gedaan. Ja, het is jammer dat het systeem op zeep geholpen is door gewoon een aantal lieden. Dat had eigenlijk niet gemoeten. Maar ja, je ziet dat altijd overal, hoor, internationaal. Bij Londen zijn ook een stuk of 10 repeaters, geloof ik, in de afgelopen 20 jaar verdwenen. Nee, 7 of 8 waren het in een jaar of 15. Af en toe is naar de repeaters van New York luisteren. Ja, daar is het helemaal erg. Nee, maar daar doen ze het ook op de brandweerrepeaters, hè, en op die van de ambulances en zo. Dat is ook allemaal analoog. En op een gegeven moment, 3 jaar geleden, smeekte de ERRL aan de FCC om daar eindelijk een keer in te grijpen. Omdat namelijk de amateurs overal de schuld van kregen. En want de krant werd gewoon geroepen van, nou, dat zijn die zendamateurs weer. En, maar wij hadden er zelf, de amateurs hadden er zelf ook last van. En ja, dat ze dan niet ingrijpen. Ik bedoel, er komen ambulances te laat, dat soort dingen. En nog steeds niet ingrijpen, hè. Maar ja, volgens mij heeft de hele FCC maar 7 opsporingsambtenaren. En dat is dus inclusief Alaska en Hawaii. Ja, en nu is het dus, een jaar of wat geleden was het zo, toen gingen ze al die regionale kantoren die werden gesloten. En overal zaten nog kantoren waar zendamateurs dan nog met hun klacht terecht konden. En toen zei dus de ERRL van, nou, wij willen dat wel overnemen. Dan blijven er in ieder geval een stuk of 5 van die regionale kantoren blijven open. Maar dat mocht niet, want burgers mochten de overheid niet helpen. Die mochten geen ambtenarendiensten doen, want daar moesten betaalde ambtenaren voor zitten. En toen heeft het congres dus speciaal daarvoor een voorstel aangenomen dat alleen de zendamateurs bij die 5 posten dat mochten. En dat bestaat dus nu nog. En die doen dus een soort triage. Dus als er klachten binnenkomen, dan bepalen die zendamateurs welke van die klachten naar de FCC doorgaan. In België is het zo, als er bijvoorbeeld een storing is op de luchtvaartfrequenties, nou, dan staan ze allemaal op de achterste poten, hè, en dat gaat geen dag duren. Nee, maar luchtvaart is ook, dat is in Amerika ook. Ja, in Amerika heb je ook zo'n paar van die, een stuk of 3 van die notoire figuren. Dat was er eentje. En die had 14 jaar gevangen gezeten. Die kwam iets van 7, 8 jaar geleden kwam die vrij. Die had echt 14 jaar in de cel gezeten. 2 dagen nadat hij vrij was, werd hij aangehouden omdat hij weer op de noodfrequentie van de luchtvaart had zitten te kloten. Ja, dan ben je niet slim. Ja, nee. Maar volgens mij is dat er eentje, maar dat weet ik niet zeker of dat een andere is. Maar die is van mening dat de overheid niet mag bepalen waar je wel en niet mag zenden. Ja, ja. Iets tegen overheidsingrijpen, zo'n libertariër, weet je wel. En daar is wel wat voor te zeggen, maar je moet toch wel rekening houden met anderen. Dat is dus de regel, de grondregel van de democratie. Jouw vrijheid houdt op waar je die van anderen gaat beïnvloeden. Want als je de vrijheid van anderen inperkt met jouw vrijheid, ja, dan dat kan zo niet doorgaan. Dan krijg je of oorlog, of er moet iemand zeggen van, nou, hier ligt de grens. We hebben daarvoor getekend, dus ja. Ja, nee, maar goed, ik weet ook niet of die man zendamateur was, hoor. Maar het zou kunnen. Veel van die lui die hebben dan wel een machtiging gehad ooit. Een smerige piraat. Ja, ja. Ik kan even niet bij mijn jingles, maar. Ik zou zo'n cassettespeler moeten hebben van vroeger. Dat is wel. Maar over de mondkapjes. Ik kan vrij goed tegen, dat komt waarschijnlijk van de slaapapneu, omdat ik 's nachts met zo'n ding slaap. Maar ik kan vrij goed er tegen als ik moeilijk adem. He, dus als ik wat kracht moet zetten, dan moet ik bij het apparaat ook tegen de druk in ademen. En, maar ik had meerdere mondkapjes besteld. En er was er één bij. Ik dacht van, nou, dat ziet eruit als een goed masker. Hè? Want het was eentje met 2 lagen. En dat zag er ook best wel uit alsof je er goed doorheen kon ademen. Nou, ik zet dat ding op. Het was net of ik plastic op had, joh. Dus ik denk van, nou, eens even kijken. Ik zal er meteen een paar meer bestellen. Ik wacht even. Ik zal eerst eens even kijken hoe goed je door dat ding heen kunt ademen. Nou, het was net of ik een plastic kapje op mijn neus had, joh. Ik kreeg totaal. En ik ben niet kinderachtig erin. Dit was echt verschrikkelijk. Ja, goed voor, hoe noemt dat nou?
hyperventilatie hebt. Ja, ja, nee, maar ik ga dus gewoon even, want die binnenste laag is volgens mij nogal plasticachtig, dus die ga ik eruit knikkeren. En dan ga ik gewoon, ik ben bezig om zelf iets te maken met maskers. En dan gebruik ik dus gewoon een buitenlaag van een masker wat ik gekocht heb. Die buitenlaag is vrij dun, daar kun je sowieso vrij onbelemmerd doorheen ademen. En dan doe ik hydrofiel, wat ik ook in die column zei gisteren, maar dan doe ik hydrofiel katoen als binnenlaag. Om echt, dat is katoen wat heel goed vocht opneemt. En, ja, ik denk dat dat filterspul waar ik van België heb gehad, dat dat ook zoiets is. Ja, nou wat belangrijk is dat je een filter werkt, of een mondkapje werkt eigenlijk alleen effectief tegen druppeltjes. En wat je dus wilt is die druppeltjes afvangen die naar buiten gaan. En je wilt ook niet dat die aan de buitenkant komen te zitten. Want dan op die buitenste laag zouden er eventueel nog aerosolen vrij kunnen komen in een uitzonderlijk geval. Dus die, als je zorgt dat die binnenlaag het vocht opneemt, daartussenin zit dan nog een tweede laag en dan nog een derde laag aan de buitenkant. Krijgen we nou dan? Heb je varkens? Ik heb een klok met dierengeluiden. En dan hoor ik, dat is een olifant. Ik dacht dat het een varken was, joh. Nee, nee. En het grappige is, die klok die heb ik gekocht. Witte welk beest om 7 uur begint te blaren. Maar is dat niet voor de kleuterschool dan? Nee, nee. Dat is gewoon kun je kopen. Dat is grappig. Ik moet ineens aan een liedje van Urbanus denken, van die schoolklas. Oh ja, van die varkens. Ik ben een plezante zanger. Ja, maar het leuke is, om 7 uur is het bè. Het schaap. Ja, een bokje, dan, dat is om 7 uur. Oh, oh. En als het 8 uur is, dan is het een olifant. En over een uur is het een kikker. Dus ik moet nooit op de klok kijken. Ik weet, het is een kikker, het is 9 uur. Mijn belastinginspecteur, dat vind ik het leukste Urbanus liedje. Welke? De belastinginspecteur. Van bovenaf mijn bureau staat hij op een parket te pissen. Moet niet doen met dat zoutwater, gaat u het parket moeten. Die moet ik even kijken, die is al lang geleden. Ja, ik kan niet in de uitzending draaien, want dan krijg ik gezeik mee. Maar, nee, maar ik kan hem opzoeken op YouTube. Ja, hij staat erop. Maar er staan er twee op volgens mij. En eentje die heeft zelf de originele clip nogal verhaspeld. Maar het muziekje is wel echt. Als er geen negentje bij staat, dan mag dat vast nog wel. Ja, ja. Even kijken. Maar hoe was het? Ik vond dat zo'n mooie zin ook. Maar ik kan hem niet meer reconstrueren. Die was zo'n typisch Vlaamse zinsbouw. Nee. Ja, over mondkapjes. Ik ben van plan om weer een kapje te gaan uitprinten met een 3D-printer. Oké. Er zijn prachtige modelletjes. En dit is er ook eentje mee een vervangbaar filter. Maar ik had zelf al wel bedacht. Ik kan dat niet in het hard plastic uit gaan printen. Hè, want dan dat past natuurlijk nooit op een smoel. Nou ja, dat is het probleem met die maskers. Dat is dan nog wat anders. Wat een groot probleem is met de huidige maskers, is dat die dingen die passen niet heel goed om je gezicht. Hè? Dus je hebt een grote opening tussen bij je neus. En wat bij de meeste maskers is dat je wel door het ding inademt, maar dat je dus door die opening bij je neus weer uitademt. Dus, en dat gaat dan bijvoorbeeld ook richting een bril als je die draagt. Dus die bril die beslaat en allemaal van dat soort dingen. Dus dat is wel een groot probleem. En ik wil dat dus oplossen met van die, wat ik gisteren ook zei, van die pijpenreinigers. Daar zijn verschillende woorden voor, maar goed, in ieder geval pijpen. Ja, staafjes, hoe noemen ze dat hier, weet ik het. Ja, er is ook een buitenlands woord voor, wat ik alweer vergeten ben. Volgens mij is het Frans, dus daar zullen de Belgen wel allergisch voor zijn. Maar in ieder geval, dus daarmee wil ik proberen dat op te lossen. En volgens mij kom ik wel een heel eind, maar je krijgt dat nooit perfect. Maar het is ook zo dat daardoor, dus dat is de reden waarom die maskers niet effectief zijn. Want door die opening kun je als je hoest wel druppeltjes naar buiten hoesten, die zich dan toch in de ruimte verspreiden. Maar wat die maskers wel goed doen is, als je met iemand in gesprek bent, dan gaan tijdens het spreken komen er al heel veel druppeltjes naar buiten. En die gaan echt richting degene waar iemand in de richting praat, zeg maar. En dus je voorkomt daar toch wel, terwijl maskers eigenlijk toch een beperkt nut hebben. Maar voor daarvoor werkt het wel. En het lijkt er toch ook op dat het merendeel van de besmettingen door handen wassen en door druppeltjes, of door niet handen wassen en door druppeltjes veroorzaakt wordt. Dat zijn wel de dingen waar je op moet passen. Ja, ik heb hier braaf. Ik heb van die mondkapjes echt met zo'n ijzeren beugeltje erin. Ja, ik heb een chirurgisch maskertje waar dat ook mee... Die liggen in de auto, maar ik wil nou dan met een 3D-printer ik heb een prachtige print. Maar ik wil dan het masker op zich... ik heb helemaal... Het chatkanaal niet meer in beeld zie ik nu, dus ze kunnen allemaal tegen mij roepen.
En niemand weet mijn telefoonnummer. Dus even kijken of daar nog wat... Kijk, er zit al uitgebreid te praten. En dat hebben we allemaal gemist. Oh, wat erg. Oh, maar even dan... Ja. Ja, het masker op zich, dat wil ik in een flexibel filament printen. Ja, neem gewoon je tijd. Want ik ga er zo meteen wel op in, op het chatkanaal. Nou, oké. Dus ja, dat wil ik in flexibel filament printen. Maar dat is nogal vrij moeilijk, dat flexibele spul. Ik dacht dat dat een meisjesnaam was, filament. Maar... Filament? Nee, Mercedes, dat is een vrouwtjesnaam. Ja, nee, Philharmonia is een vrouwtjesnaam. Oh, dat is ook leuk. Hey, maar anders hangen we even op. Ik kan altijd later nog even terugbellen, hè? Nee, ik vind het wel prettig dat ik ruggespraak heb, hoor. Dus ik vind dat als je geen bezwaar hebt, dan is... Maar als het niet meer leuk is, dan houden we gewoon op. Oh, nee, ik vind het hartstikke leuk. Philharmoontje. Mijn volgende kat, die gaan we Philharmoontje noemen. Philharmoontje. Ja, Kees stelt het voor. Huppetee, voorpootjes, achterpootjes in je nek binden en huppetee, heel die kat voor je neus. Ik wou een kitten en dat is echt wel, heel dilemma. Want het vervelende is, kijk, Martine die is echt heel erg op mij gericht. En die is helemaal ondergesneeuwd. Ik heb daar ook echt heel verkeerd gedaan. Toen Roderick er was, had ik eigenlijk niet genoeg aandacht voor Martine. En dat kwam omdat Roderick de eerste keer dat hij buitengesloten werd, dat ik Martine een keer op schoot wilde. En dat hij niet in de kamer mocht. Die was totaal van de kook. Die rolde gewoon bijna om. Zo liep hij te hyperventileren. En toen dacht ik, dat moeten we niet nog een keer doen, want ik wil dat arme beest niet. En vervolgens is mijn aandacht wel enigszins verschoven, dus zijn tactiek die werkte volledig. dus Martine die heeft gewoon niet genoeg aandacht gehad. En ik ben bang dat ze dat nu zelf ook zo voelt als er weer een kleintje bij komt. En sowieso een kleintje met zo'n oude kat is natuurlijk zo'n bundel vol met energie. En die oude die heeft zoiets van, nou rustig, rustig, rustig. Ja. En ze is ook heel erg op mij gericht en ze is heel erg lief momenteel tegen mij. En ik weet ook nog toen Frederik erbij kwam, en toen had ik Simone al. En Simone die was altijd heel afstandelijk. Maar die korte tijd dat ik Simone alleen had, toen was ze heel lief. En nou ja, dat is weer totaal veranderd. Ze heeft altijd verweten dat ik er een kat bijgenomen heb. Dus dat ja. Maar ik heb eigenlijk wel zoiets van, eigenlijk wil ik zelf ook wel een kitten graag. Dus ja, kies ik nu voor mezelf. Kip? Kitten. Oh. Een jong katje. Ja. Ik eet geen kip. Ja, nee, ik wil ook een kip, maar ik heb 3 hondjes zitten en er zit 1 hondje bij. En ik weet direct wat er met die kip gebeurt. Ja. Ja, nou, ik vrees met de kat ook wel. Martine die is heel lief, maar ik denk toch dat uiteindelijk dat niet helemaal goed gaat. Maar ik zit dus wel met een dilemma, want ja, binnenkort zijn er, binnenkort, maar ergens november, dan houdt het weer op met de jonge kittens tot aan het ver in het voorjaar. En ik wil ook niet zonder kat, maar ik wil ook geen oude kat eigenlijk nemen. Dat lijkt me niet. Om een of andere. Dus als ik een nieuwe kat, dan wil ik toch een jong katje. En bovendien die kan ik dresseren, zodat ze mij niet bezeert als we spelen. Want Martine ook, die trekt altijd de klauwtjes in en zo. Die heeft me eigenlijk maar 1 of 2 keer in al die jaren een keer mijn huid opengekrapt. En dus ja, dat wil ik eigenlijk ook wel een beetje leren. En dat lukt je bij een kat van 3, 4 jaar, lukt je dat niet. En dus, dit horizon? Jawel. Dat is Dolf. Welke Dolf? Dolf is ook een kat. Oh, wacht even. Ja. Ik hoor nu een krakende deur alsof je in een kasteel woont. Ja, ja, daar woon ik ook, hè. Nee, maar Dolf die wou even buiten. Oké. Okay. Slot Broekestein. Ja, slot Broekestein. Dus... Nou, ik lees nu wel mee, even kijken hoor. Als een verstoorde hoer, nee, verstoorde hier, ik kan het niet zo goed lezen, een marifoonkanaal dichtzet vanaf het water, is het ook een drama om zoiets te beëindigen. Nou, dat lijkt me niet, want je hebt toch dieptebommen, Kees? Ja. Ik zie een markt voor Jurgen in de 3D-printer. Verloop je om HEPA-filters op een decathlon masker te zetten? Ik maak een masker van vitrage, dat ademt lekker en is ook niet te warm. Ja, die filters bestaan, hè, op zo'n decathlon masker. Daar zijn die, ik heb die net voorbij zien komen. Morgen gaat hij naar het strand, is een V-skinny. Dat was toch in Engeland waar die man liep? Dat bleek later een acteur te zijn die helemaal in zijn blootje liep met alleen een masker op. Maar ja, Mark's maskerplaats bedragen was verplicht. Ja. Alleen een masker. Masker dragen verplicht, ja, hoppatee.
Ja, ja. Maar goed, ik ben dus nog op zoek naar het ultieme masker. Z-masker wordt dat. Echt. Ik ga het een Z-masker noemen. Ja, ik ben benieuwd, hè, want ik wil straks gaan proberen met een flexibele spul. Maar, ja. Ik heb al wel... Ik ben een beetje aan het inlezen geweest en ja, het beste is om eerst even van die verftape over op bed te plakken en dan pas te printen. Hè? Want, nou, ik heb een verdrietige mededeling voor je, Jurgen. Maar sinds je erbij gekomen bent, is het aantal luisteraars toch 10% afgenomen. Oh. 10% maar. Dus ja, dat valt even tegen. Maar ik weet ook niet of dat door jou is, hoor. Het kan best wel zijn dat het eten klaar was. Ja, ik geloof toch? Dat Peter ook weg was. Maar, nee, Peter is er nog. Toch? De telefoon kan lang gaan duren, helaas. Even kijken. Voorgekookt op de baksplanten, wat krijgen we nou dan? Oh nee, dat is Kees. Ja. Maar ik kan gewoon gebeld worden, hoor. Dus als er iemand bij wil, 033-455-0194. Ja, die durven niet, John. Nee, dat is waar. 033-455 en geen verkopers van energieproducten, pakketten, internet, telecom en vibrators. Echt, dat willen we niet. Hebben we niks aan? Nee, moeten we niet hebben. Doen we niks mee. Wacht even. Zie je er ook geen handel in, dus niet doen. Gaan we doen. Ik hoor het. Maar goed. Ja, inderdaad. Niemand durft. Ja, of met een andere lijn. Dat, zou dat het zijn? Wacht, ik moet even... noemt dat? Hey, mijn telefoon. Oh, je hebt mijn telefoon eigenlijk uitgezet, omdat die mafkezen steeds belden. Ja, die energiegekken. En nu tik ik mijn code in. 0000. Die is zeer geheim. Ja, ik zeg dat ook altijd als ik in de winkel sta. Er staat iemand heel vlak achter me. En dan moet ik pinnen. En dan, hey, maak ik eventjes een beetje privacy. Ik wil niet dat je mijn pincode ziet. En dan zeggen de mensen al, oh ja, ja, nee, sorry. Hij doet het. Oh ja. Hey. Dus ik kan gebeld worden. Joepie. Ik heb ook nog, als je niet live in de uitzending durft, heb ik 033-457-0711. 033-457-0711. En daar kun je via de telefoon iets inspreken wat ik later in de uitzending kan gebruiken. En dat wordt heel automatisch, als het nog werkt hoor, wordt me dat toegestuurd via e-mail. Ik kan die ook even testen. Dat is natuurlijk ook wel leuk. Let op. 033-457-0711. Let op. Maar ik weet niet of hij het nog doet, want die heb ik al jaren niet meer geprobeerd. Je belt nu met de listener call in van de Daily Minutes en PA00 News. Je kunt hier bericht kwijt dat eventueel rechtstreeks in de uitzending kan worden uitgezonden. Leuk is het als je een nieuwtje te vertellen hebt, maar dat hoeft niet per se. Je hoeft ook niet per se een zendmachtiging te hebben, omdat het tegenwoordig is toegestaan om een niet-amateur via de amateurmicrofoon iets te laten zeggen. Het leukste is als je iets wilt vertellen over wat voor jou leuk is aan de amateurhobby, of als je enthousiast bent over een bepaald apparaat of antenne. Maar iets anders mag ook uiteraard. Als het de moeite waard is, zal het zeker worden uitgezonden. Bel je overigens voor John Piek, kies dan het nummer 033-455-0194. 033-455-0194. Kijk, en nu kan ik inspreken. Maar ja, dat wordt mijzelf toegestuurd. Wat hoor ik nu? Dit lijkt wel Diesta wat ik hoor. Maar ja, ik heb Diesta aanstaan, dat klopt. Oh, ik wou zeggen, die staat uit, maar dat is bij jou. Goed. Ben je nou jaloers? Ik wil Diesta, ben jij niet? Ik kan wel luisteren. Ik kan alleen mijn bek niet open doen. Nou, ik wil niet te laat maken, want ik wilde vanavond nog mee in de gang eigenlijk. Ja, nou, we gaan in ieder geval... de bedoeling en dan hoop ik dat het dinsdag werkt. Ja, nee, als ik hem niet vandaag of morgen aan de gang krijg, dan bestel ik gewoon een nieuwe DV Mega. Dan gaan we gewoon daarmee werken. Dit duurt me te lang. Het is inmiddels 3 weken hè, dat ik geen dienst daar heb. Dus, schandalig. Ja, dit is het enige waar ik nog QSO's maak. Ik kom mezelf nog steeds zachtjes terug via de headset. Wacht even hoor.
ik moet echt mijn bril schoonmaken. Morgen naar het strand. Oh, die feestkini had ik. Hij heeft een gele feestkini ook nog. Staat leuk hoor. Lijkt net een alien. Goede doelen mogen je ondanks, bel me niet, register, 2 keer per jaar bellen. Van mij niet hoor. Maar ik, ik heb de laatste tijd, ik heb ze zo lopen fucken. Dat ze lopen me nu steeds te bellen en hangen ze snel op. Ik had gezegd, heb ook mijn Vodafone al een keer gedaan. U bent nu live in de uitzending. En wij hebben een programma over mensen, over oplichters die bellen. En het meisje dat was zo kwaad aan het eind van het gesprek. Toen zei ze, ja, zegt ze, maar dit is wel mijn beroep waar ik mijn geld mee verdien. Ik zei, nou meisje, ik kan je vertellen, dit is ook mijn beroep en ik verdien een stuk beter dan jij. Toen was ze eens op. Ik zal maar niet vertellen wat ik ooit eens heb uitgesproken. Maar, graag, in de uitzending, live. Want ik kan het er niet uitknippen. Nou, dat is, ja, heb je even, hè? Het is een heel verhaal. Oh, hoe langer, hoe beter, echt. Ja, het is... Ja, als het leuk is, ga ik spotjes van rondsturen. Van luister naar de opname. Ja, echt waar. Dat gaat zeker een kwartier duren. Nou, ga je gang. Goed. Ga je koffie pakken? Nee, dat doe ik niet. Dat is onbeleefd. Doe maar. Nee, ik wil het horen. Het is echt een hele leuke. En ik wil ook weten dat je niet te ver gaat in mijn uitzending. Wat krijgen we nou dan? Ik ga je niet censureren, hoor. Als ik namen noem en die bepaalde mensen die ik dat geflikt heb, dan... Nee. Nee, niet doen. Nee. Maar er was dus in Tilburg een bepaalde familie. En die hadden vroeger nog zo'n telefoon op de 31 megahertz. En dus iedereen kon daar helemaal afluisteren. Hartstikke leuk. Wat gebeurt er? Die mensen die wonen een paar meter, een paar deuren... naast een vriend van mij. En ja, dat waren toch niet onze allerbeste vrienden. Arrogant, lelijk en niet vriendelijk, noem het maar op. Vooral dat lelijk. Dus we hadden al heel snel iets bedacht voor die mensen. Dag Peter trouwens. Hè? Nee, Peter is er weer. Wat hadden wij bedacht? Vroeger in Tilburg had je ook een krantje, dat heette De Vondst. En... ja, dan kon je dan iets te koop zetten en met een telefoonnummer erbij en dit en dat en bla bla bla. Dus wat hadden wij gedaan? Voor de grap hadden wij die auto van die mensen te koop gezet in De Vondst. Helemaal zoals die auto was. De kleur, zonnedak, nieuwe bandjes erop. Want ja, wij wisten dat, hè. Dat waren duur. Huppatee. In De Vondst gezet voor een belachelijk lage prijs. Ja, en dan maar luisteren, hè, naar de scanner, hè, wanneer ze gebeld werden. Hè. Ja. Dus iedereen ging bellen, hè, want dat was een BMW voor een, ja... Zeg dat die 10.000 euro waard was, dan hadden wij hem voor 5.000 in de Vondst gezet. Dus ja, die mensen die werden helemaal kapot gebeld, hè. daarna nog eens zo'n keer iets uitgehaald. Met een fiets, ik weet het allemaal niet meer. Dat hadden wij dus ook in die Vondst gezet. Het leuke van alles was dat we op een gegeven moment vingen wij een telefoongesprek op. Dat die bepaalde familie, die hadden een vermoeden wie dat erachter zat. En dat was de broer van de vrouw. En wij weten zeker dat hij dat gedaan heeft. Maar die familie was niet dom, hè. Wat hadden die nou gedaan? Die hadden een keer met haar broer gebeld met het hele verhaal. En die hadden tegen die broer gezegd van... we gaan binnenkort een kookplaat gaan we verkopen. En die gaat dan in De Vondst of dit en dat. En noem het maar op. En allemaal leuk en aardig. Maar die mensen belden naar de rest van de familie van... Ja, nou gaan we hem hebben. Want alleen hij weet dat die kookplaat De Vondst niet had. Alleen mijn broer... Ja, die zei niet eens dat het de kookplaat was. Alleen hij weet wat er in De Vondst gezet wordt. Dus als we nou straks in De Vondst onze kookplaat zien... Hè, ons ding... we willen... dan weten we zeker dat het van hem afkomt.
Maar jullie hadden dat aan de telefoon gehoord. Ja, nou ja, ik moet jou niet vertellen wat wij de week daarna in de Volt hadden gezet, natuurlijk. Hè? Oh, wat erg. Ja, want toen wisten ze het zeker, hè? Want dat kon er maar één zijn. Geen flauw benul dat wij alles afgelasterd hadden. Tjonge, jongen. Ja, hebben we echt gelachen. Ik heb bij een kameraad van mij een keer, dat was wel piraterij, dat was echt lang geleden, dus volgens mij is het wel verjaard. Maar een kameraad van mij die had ook zo'n ding. En dat was onbeveiligd, hè, die eerste dingen. Daar kon je gewoon iemand anders kon gewoon het gesprek overnemen. Nou, dat is heel goed beveiligd, dat is niet zo, want hij had van een familielid gekocht. En die had gezegd dat het ding absoluut degelijk was. En die had 49 megahertz en 1,7 nog wat. En dat was net onder de 160 meter band. En ik had een transceiver waarmee ik vrij breedbandig FM op 160 meter kon maken. En hij zat, 100 meter bij me vandaan of zo. Kijk, daar is Martine. Die is wakker geworden. Dus ik heb op een gegeven moment het gesprek van hem overgenomen. Hij was met iemand in gesprek en het was zakelijk. En ik heb dat gewoon overgenomen. Nou, dat ding meteen weggedaan. Nee, dan hadden we daar in die buurt ook nog een heel leuke een telefoonfrequentie zitten. En dat was van een dame van plezier. Ja, daar hebben we alleen maar naar geluisterd. En jongens, wat die mannen er allemaal aanboden, dat was niet normaal. Jongen. Martine, hou eens op, joh. Ik ben in een uitzending, kom. Ja, Martine, foei. Anders roep ik Fluffy. Fluffy? Hey, he's calling Fluffy. Ja, Fluffy is er even niet. Zit meteen stil. hij was hier net, maar... Kijk. Nee, dat waren leuke tijden, man. Die telefoons afluisterden en... Ja, ik had op een gegeven moment op het QRL... ik had af en toe mijn portofoon bij me. Ik had zo'n Belcom-portotje. Dat was voor die tijd echt een heel klein ding. Met van die duimwieltjes erop. En dat ding, dat was een van de weinigen die ook buiten de amateurband kon in die tijd. En die kon alleen een stukje rond de 156 en 160 megahertz volgens mij ontvangen. En toen nam ik dat mee naar het QRL. En toen zei ik op een gegeven moment van ja... Oh ja, dat was de directeur. Die zei van, oh, maar die telefoons die zijn niet af te luisteren hoor. Echt niet. Dat hadden ze van PTT gezegd. Dat was een staatsbedrijf. Die zullen daar heus niet over liggen. Dus er was de pauze. Dus ik pak die porto. En wij luisteren naar gesprekken. En die directeur die was echt, die trok wit weg. En, maar goed, de grap was dus... De ene secretaresse naar de andere die... Die wat met haar baas had. En er was eentje die zei van... Ja, zegt hij van... Als jij nou ook nog even mijn vrouw belt... En dan zegt dat ik dat weekend dan niet kan. En, maar dan moet je wel die en die kamer reserveren. Oh, verschrikkelijk. En, maar ik mocht nooit... Ik moest altijd die portofoon meenemen. Ik zei, ja jongens, maar ik vind dat strijdig. Dat idee had ik toen al. Ik zei, je moet dat gewoon niet doen. Ik laat dat nu horen om te laten zien hoe erg dat is. En dat het gewoon openbaar is. En als mensen daar niet willen geloven. Maar ik wilde... nog een tweede keer heb ik hem meegenomen. Daarna heb ik die porto steeds thuis gehaald. Want het was als ik dat ding bij me had. Dan was in de pauze. Oh, dat ding. Geweldig. Maar... Ja, ik weet ook nog, er zat in Hoogland, een plaats hier in de buurt, zat aan de Hamseweg, zat een huisarts. En die had zo'n antenne van zo'n ding op het dak staan. En die hebben ze op een gegeven moment echt een flinke boete gegeven. Echt niet gering. En die beklaagde zich in de krant erover dat hij dat ding niet kon missen. En dat het voor zijn praktijk zo belangrijk was. Maar ja, die zat natuurlijk ook patiëntengegevens. En ik weet niet wat, om vanuit de auto te overleggen op een verbinding die niet versleuteld was. Maar die kon dat ding echt niet missen. Maar hij heeft niet de antenne wel weggehaald. En was wel, hij stopte er wel mee. Of in ieder geval, ik heb die uitzendingen nooit meer gehoord. Dus dat was... even kijken, Jurgen tikt hallo Peter. Ik weet niet of je dat ziet, Peter. Ik ga even naar de gang, want Martine die gaat nu wel ernstig tekeer. Die zal wel niet te horen zijn, maar... Die staat echt helemaal te stampvoeten bij de deur. Wat is er nou, Martine? Kom, maak je niet zo druk, man. Easy. Heel fluffy, zeg ik. Hey, dag Peter. Ik loop even weg hoor, even die Martine wat... Wat is de matter, man? Wat is de matter? Kom on. Wat is dan? Are you hungry? Is het Peter, kun je me ook horen of niet? Are you hungry? You want food? Wil je broekjes? Martine? Ja, schenkenbroek heen. Kijk, hoor je dat? Ja, keileuk. Moet je broekjes?
Ja, ik heb de echolink, die heb ik even uitstaan, hè. Maar je hoort Peter toch al via mij in de verdraging? Dan hoor ik 100 dingen door elkaar. Maar je kan Peter toch via mij horen? Of niet? Dan moet ik hem dichterbij zetten. Ik zal wat houden. Ik kom Peter horen. Oké. Okay. Is hij zo wat beter nog? Nee, dat moet wel lukken, hoor. Ja, je moet weer call zeggen, Peter. Anders dan... Kijk. Dit was papa even in Bravo Romeo Juliet. Kijk, zo hoort het. Ja, ik hoef mijn call niet. Dat is wel heel erg ingewikkeld. PA6 Echo. Heb ik die behoefte toch bevredigd? Moet je brokjes, Martine? Met een stilkende kat op de achtergrond. Ja. Ze weet dat er eten aankomt, dus ze zit al aan het spinnen alvast. En ze denkt ook wel, hoe harder ik spin, hoe lekkerder het is en hoe meer ik krijg. En Martine, is dat niet waar? Moet je brokjes. Wat wel leuk is, als ik dan heel stevig vasthoud, dan zeg ik van, katten, brokjes. Dan wordt ze heel zenuwachtig. Want dan denkt ze dat er een kat van boven van de trap komt. Die vol met kattenkrabben. Die haar eten opeet. Hè, Martine? Waar is die andere kat? Is er nog een kat die brokjes wil? Poes. Wat een spartel. Maar dat doen we vaker, hè? Maar dan is eten lekkerder als je het krijgt, of niet? Gaan we de brokjes pakken? Dan gaan we doen. Ik ben zo verschrikkelijk lief. Ik word helemaal doodgeknuffeld door die kat. Ik ben zo verschrikkelijk lief, want ik heb brokjes. Ja? Gaan we de brokjes? Hans Heidermans, die komt inderdaad wel uit Heppen. Ja, nee, Heijermans heet hij inderdaad. Nu weet ik het weer. Maar dan ben ik wel benieuwd waar daar ligt Heppen, want ik ken hem wel. Nee, dat ligt onder Eindhoven. Dat is toch niet heel dichtbij, hoor. Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja. Dat zijn allemaal dwarsliggers daar. Dat past helemaal bij hem. Ja, dat zijn inderdaad. Ik ben er zelf ook lid van, hè. Dus. Ja, precies. Ik moet die EDS nog een keer, want die weet alles van de MMDVN. MMDVM, en die moet ik nog een keer spreken. Dus misschien dat ik hem dit weekend wel even mail. Want ja, ik hoor hem regelmatig op dienstakuur zo, maar ja, dat gaat niet werken. Ja, nou weet ik ook veel over de MMDVM, maar ik weet zeker niet alles. Oké, wat voor eentje heb jij er? Want ik heb er één met een Arduino. Ik heb er twee, allebei op een Pi Zero. Ja, zie, dus dan is dat alweer een ander. Ik heb eentje heel uit het begin. En ik weet dat er slechte zijn. En ik weet dat EDS daar precies van alles af weet. En verder Danny, PR2 SNK, die weet er ook veel van. Ja, nee, ik heb nog zo'n oudere. Ja? Enkel voor 70. Maar jij hebt ze... Ja, maar jij hebt ze bij een zetelfoontje in zitten en ik heb ze om een repeater mee te maken. Dat is ook alweer een verschil. Ja, nee, ik ga hier geen repeater mee maken. Een repeater nee. Dan maak ik met de FTM 400. Ja, nee, maar ik bedoel, dit is een printje wat op mijn FT7900 gekoppeld moet worden. Nee. Kijk, en als ik dat ding werkend heb, dan kan ik bijvoorbeeld, want er zijn hier een paar mensen in de regio, en ik denk met name aan eentje die vast wel meeluistert, dat die een pager hebben voor DAPnet. En er staat hier geen zender in de buurt. En dan zou XTV, die zou dat signaal kunnen verspreiden. Dus, ja, maar dan kan de Shark RF ook, hè. Ik doe ook mee aan DAPnet, hè. Oké. Ja, nee, maar bij mij moet het op de grote zender, hè, van 37 watt. Zodat het ook een beetje bereik heeft. Ja, dan heb het een beetje bereik, ja. Hallo. Nou, maar het ding staat maar 12 meter hoog, hoor, die antenne, dus... Ja, misschien dat ik zelf ook wel een pager koop een keer, maar er is volgens mij maar één adres waar je ze kunt kopen, hè, in Frankrijk. Dus het één adres waar ik vanaf weet. Op beurzen gaat het die ook vinden. Hij ligt hier voor mijn snoet. Is dat echt een ding wat op meerdere frequenties heel breed werkt, of is dat echt voor dat stukje van UAF? Dat is enkel UAF, maar hij is vrij breed. Ja, nee, want dat is wel een beetje de belemmering. Het ding is daardoor niet super gevoelig. En ook wel een beetje gevoelig voor storingen en zo. Er zit nu een kat in mijn vingers te bijten, want die denkt dat mijn vingers uit brokjes bestaan. Ik moet even kijken, hè. Die van mij die loopt van. Dan moet ik hem weer openmaken.
Want je hebt ze ook voor VHF en UHF heb ik gezien ergens. Maar dit, volgens mij is dat helemaal een hobbyproduct. Ja, nee, dat denk ik niet dat dat een goed idee is. Nee, nee. Ik geloof dat die van men van ongeveer de 430 tot de 470 loopt. Nee, nee, wat ik gezien heb, dat was wel zo breder volgens mij hoor. En dat was volgens sommigen was dat inderdaad wel een probleem, omdat daardoor de gevoeligheid niet zo groot was. Maar ja, dat hoeft natuurlijk niet noodzakelijk. Ik bedoel, hoe klein zijn die transceivertjes tegenwoordig? Want ik bedoel, pas makkelijk is een boxje. En dan heb ik nog ook wel een professionele. Die is 2 meter. Ja, precies. Maar ik heb hier ook een eentje voor 2 meter, die ligt hier nog. Ja. Maar voor P2000, hè, voor de politieberichten. Maar ja, die kun je tegenwoordig heel goed op je mobiel. En dan weten ze alleen dat je ze meekijkt en op je pc weten ze dat niet, hè? Maar kun jij die van frequentie veranderen, die 2 meter, Peter? Dat weet ik niet, hè? Hoor je dat? Wireless X? XTV is gekoppeld met Wireless X. Oh ja? Ja. Wist je dat niet? Oh. Dat is 4PI2 KMP is dat. KMP die hangt aan maar... Maar als je de details daarvan wil weten, moet je met hem aan P.D.N.L. Hotel Foxtrot praten. Van de week zat ik trouwens in verbinding met P.D.N.L. Hotel Foxtrot en P.D.N.L. Hotel Oscar Foxtrot. Oh. Ik heb dat wel weinig X, maar je moet dat weer eens aan gaan slapen. Ja, nee, ik weet ook niet of er iets digitaals aan hangt. In ieder geval gebruikt hij het netwerk. En dat is dan weer een link met, dacht ik, de repeater en Vroom's Hoop, ook ergens in het oosten van het land. Ja. Dus je hebt 4 repeaters, wat aan XTV hangt, KMP. PI1 PTN en de repeater in Vroom's Hoop, waarvan ik de call niet eens weet. Dus, Nee, ik vond Wireless X wel leuk, hè, want we kunnen zo in. Ik kon dat gebruiken op de FTM 400 en op de 991. Ja, 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 inderdaad. Dat werkte eigenlijk heel goed. Ik zou een glas wijn kunnen. Na de laatste keer dat ik mijn check op heb gebruikt, heb ik de Wireless X er niet bij gezet. Dus ja, dat moet ik maar weer eens gaan doen. Hè. Ik ga even die kat van eten voorzien, hoor. Die werd wel een beetje bombardig. Ja, je weet hoe het gaat. Het ding gaat eruit, het ding komt erin. Een flexradio staat er hier inmiddels. Noem het maar op, hè. Dus, die Wireless X, dat moet ik nog eens even doen. Maar ik moet eerst eens even heel de check weer leeghalen. Ik moet mijn planken op gaan hangen op de muur. Dat ik met kan gaan stapelen, hè. Want dit is... In mijn check is het eventjes dikke ellende. Oh, je bent wel erg zachtjes op de vuurmeter, zie ik. Dus ik moet er snel weer even ingrijpen. Nou, ik ben er weer. Hatsje. Oh, spiekje zit aan de andere kant. Zo dus. En even rekening houden met Peter. Zal ik hem 5 centimeter bij de microfoon vandaan houden? Hey! Kijk nou op het chatkanaal. Maak me gek, dat net... kijk, die bedoelde ik dus. Even kijken. Deze niet. Die niet. Ja, dan moet ik weer naar mijn... Ja, dan moeten we kijken. Ja, nee, ik moet aan de gang met dat net. Ja, nou ja, wat ik wil doen is kijken of ik deze MMDVM aan de gang kan krijgen. En ik wil er eigenlijk één op reserve hebben. Dus ik denk dat ik dan nog een MMDVM erbij koop. Maar ik denk... Wouter. PD0 OSG. Het is Wouter. Doe Wouter de groet als je hem spreekt. Nee, ik heb hem dicht staan. Ik moet even kijken. Nou, laat mij doen. Maar die rijdt hier vast vlakbij. Of in Hilversum of zo. Die woont in Korte Hoef. Als je dat wat zegt. Korte Hoefijzer. Nee, Korte Hoef gewoon. Even kijken. Maar hij zit hier op de schietclub, hier vlak achter. Dus het zou kunnen dat hij op vrijdagavond hier rijdt. Hij was hier vrij duidelijk, moet ik zeggen. Ja, was het, dat was virus, of niet? Even kijken. Waar zit je op te luisteren dan? Hoe kan jij nou station hier uit de buurt zo hard doorkrijgen? Op System Fusion. Ja, nee, dan is het inderdaad Fusion. Oh, ik wist niet eens dat hij Fusion had. Ja, ik heb hem ook al 2 jaar niet gesproken of zo. Vroeger sprak ik hem heel vaak. Vind ik wel grappig, hè, want die... DSL en UKZ, die zitten ook vaak op Fusion, hè?
Ja, nou, ik wil het niet te veel verspreiden. Want ik kan natuurlijk die repeater wel op al die modus zetten. Maar wat je dan gaat krijgen, de activiteit op TG204 is het grootst. En als je niet oppast, dan staat het ding de hele dag op 204 te toeteren. En dan kan ik geen dienstaccuur zo eens maken. Zit ja, ik, ben ik nog de pineut. Dat vind ik zelf het probleem mee de repeater van de kar. Ja, nee, als ik Fusion ga doen, dan wil ik gewoon een extra carrier erbij zetten. Dan moet Fusion maar op andere frequentie erbij. Maar dat doe ik niet, want dan zou ik toch nog eerst DMR of DPMR doen. Ja, bij de kar is het grote probleem. Er is een multimode, je kunt erover werken met D-Star Fusion. DMR staat uitgeschakeld momenteel. En voordat die repeater kan schakelen naar een andere modus, dan moet er 15 seconden wachten. Ja, ja. Nou, je kunt wel instellen die dingen, maar goed, je moet er toch inderdaad zorgen dat het gesprek wat loopt ook niet verbroken wordt. Hè? Nee, wat dat betreft, wat wel kan is, en dat is het plan wat ik nog wel eens een beetje vaag heb, maar misschien ga ik dat nog wel eens doorzetten. Ik ben bezig met een bridge tussen D-Star en Echolink. En ik zou dat ook kunnen laten werken voor andere modus. Dus ik zou daar bijvoorbeeld Fusion aan toe kunnen voegen, Virus X aan toe kunnen voegen. En dan heb je het probleem niet, want dan kan iedereen ook desnoods door elkaar heen praten. Dus zo kan ik hem maken. Dus dan kan gewoon iemand die aan het woord is D-Star, die kan door iemand in FM of iemand in Fusion onderbroken worden. Of onderbroken, maar die kan gewoon tegelijkertijd praten, zeg maar. Dan hoor je het alle twee door elkaar. Dat is natuurlijk ook niet prettig, maar het kan wel. En dan heb je in ieder geval niet het gezeik, hoewel. Het is natuurlijk wel zo dat 204 dan maar doorgaat, hè. Dus dat moet je... Ja, dat gebeurt bij ons in de ronde ook, hè. Ik zie al soms mensen met DMR erdoor komen. Ja, ja. Nee, ik wil inderdaad een bridge maken tussen meerdere modus. Maar het kan best wel zijn dat ik er zo lang over doe dat anderen dat al voor elkaar hebben. En dan hoef ik het niet te doen. Maar ik wil wel tussen D-Star en Echolink. Want dan kan ik namelijk 70 centimeter bij mij aan 2 meter doorkoppelen. En niet alleen dat. Daar zou ik bijvoorbeeld alle twee gewoon in FM kunnen laten werken. En dan kun je met een FM-apparaat gewoon naar D-Star toe. En ook gewoon met FM? Ja. Met een bridge. Hè. Een bridge is een systeem wat dus die modus aan elkaar koppelt. En bijvoorbeeld, ik heb dat ook in Amerika. Als je op Echolink naar Starnet heet die groep, geloof ik. Sterretje, Starnet, Sterretje. Dat is een conference op Echolink. En daar hangt DMR aan en daar hangen echt allerlei modus aan. En volgens mij die Australische, ook waar ik regelmatig aan hang hoor, VK6 Hub. Daar is vannacht weer een ronde, maar ik ga er vannacht niet voor opblijven. Want ik heb de laatste nacht slecht geslapen. Maar dat is tussen 2 en 3 vannacht. Dan is het die lui die mag houden een ronde om 8 uur 's ochtends, op zaterdagochtend, moet je je voorstellen. Ik heb tegen Onno wel eens gezegd, ben je helemaal gek geworden? Dat doe je toch niet om 8 uur, maar er zijn tegenstations, dus ja. En die komen uit de regio. Er zijn ook wel wat uit Amerika, maar het merendeel uit de regio daar. Dus, maar goed, dan is het daar 8 uur 's ochtends en hebben ze een ronde. En daar hangen volgens mij ook DMR-repeaters eraan en ook Fusion. Dus, ik ben nog altijd aan het wachten op een portofoon of een mobiele set die alles kan, hè? Ja, dat komt niet. Omdat die professionele systemen niet... Er zijn wel ontvangers die heel veel kunnen. Hè? Van AOR heb je van die dingen waar D-Star en DMR dan volgens mij al inzet. Ja, en Fusion misschien ook. Weet je wat die kost? Ja, goed. Maar goed, dan heb je ook wat. Je wilt het toch allemaal bij elkaar hebben? Ik heb liever helemaal losse apparaten, hoor. Kijk, dat is hetzelfde toen die Baofengs net uitkwamen. Hè? Dan had je van die fanaten, van die Motorola-fetischisten. En dan zei er iemand tegen mij van, nou, moet je horen. Zo'n Motorola-ding is in ieder geval heel betrouwbaar. En dan zei ik van, nou, voor de prijs van een Motorola koop ik 17 Baofengs. En als ik in een hoge hijskraan zit en ik laat mijn portofoon vallen, wat heb je dan liever, een betrouwbare Motorola of 17 Baofengs? Ja, ik moet eerlijk zeggen, hè? Ja, natuurlijk heb ik ook wat Baofengetjes, hè. Maar die zijn, potverdomme, die zijn helemaal zo slecht niet, hè? Nee, dat is best wel... Ik ben echt een fan van de UV6R. Die kun je voor $17 kopen, inclusief verzendkosten. En dat is een UV5R. Dat is en dat ding is nog waterdicht ook. En het is gewoon echt een hele fijne porto. En ook nog door blinden te bedienen, dus... Ja, wat ik leuk vind van de Baofeng... Het is dat... De leeftijd van de accu. Ja, ook dat nog, ja. Daar heb ik me eigen echt over verbaasd, hè.
Wat ook wel grappig is, dat is die bouw. Ik heb een tijdje die, of best wel veel, heb ik ervan verkocht. Ook al een tijd lang van die UV5R, maar dan met 8 watt. En dan komt dan niet helemaal 8 watt uit. Dus een watt of 7 wat eruit komt. En op 70 maar 6 watt. Maar ja, goed, normaal is die 3 watt op 70 en 4 op 2 meter. En dan was de kritiek altijd van ja, nee, maar moet je kijken, dat gaat wel ten koste van je accu. Maar dat is dus niet zo, want er zit gewoon een andere eindtoren in. En die eindtoren die heeft een hoger rendement. Dus, en dat ding versterkt meer. Dus er is niet een extra driver nodig. Dus dat ding gebruikt precies evenveel als de 4 watt versie. Alleen komt er wel meer vermogen uit. En dat is met de ID31 trouwens ook zo, hè? Want daar zit eigenlijk ook een relatief kleine accu in. En die eindtrap is ook met zo'n nieuwe toren die een hoger rendement heeft. Ja, voor de 31 heb ik toch een tweede accu erbij gepakt. Die zware, hè? Ja, nee, ik heb dat inmiddels ook. Maar ik was niet ontevreden over die andere. Maar goed, dit gaat wel. Ik kan hem nou 4 dagen zonder op te laden gebruiken. Dus, Ja, en dat is bij mij. Ik vind dat belangrijk. En ook, ik wil dat ding iedere dag, de hele dag kunnen gebruiken. Ja, ik kon hem wel een hele dag gebruiken op de accu, wel anderhalf dag ook. Maar ik zend niet vaak op hoog vermogen, hè? Want jij zit natuurlijk zo dicht bij die repeater. Nee, ik zit met een open spot, dus waarom, die staat op low. Ja, maar ik heb bij de meeste, sterker, bij al mijn porto's heb ik een extra batterij. En die steek ik in de lader. Behalve voor die dure amateur dingen, heb ik van alles gewoon meerdere porto's. Niet meerdere accu's, maar... Ja, nee, ik heb dan meerdere batterijen. Ja, nee, ik heb gewoon, ik heb nu ook één HQT ligt hiernaast me, de andere die staat in de lader. Ja, ik doe dat zo ook, hè. Dat doe ik voor de Itera, voor de Jesu, voor de Anytone. Dat staat allemaal in de lader. En bij mij zijn ook altijd mijn portefeuilles vol, hè. Ik pak nooit mis, want ja... De ene batterij die staat dan los in het oplaadapparaat. En de andere staat misschien aan. Dus ik heb altijd volle batterijen. Heb ik met al mijn porto's. Maar ik moet ook wel, hè. Ja, ik heb er wel... Mijn UV6R hier naast me staat, die is leeg. Die gebruik ik niet zo vaak. En mijn 70 MHz porto is leeg. Die moet nodig in de lader. Dus dat is wel een puntje. Maar ja, ik heb nog van die hele kleine portofoontjes van Baofeng. Ja, die zijn ook niet altijd vol. Nee, ik heb ook wel, maar die heb ik nog nooit, die heeft Peter ook, van die dingen, zeg maar, als USB-stick zo groot, portootjes. Die zijn ook wel grappig, FM op 70. Half watt komt eruit. Het enige is, er zit geen fatsoenlijke antenne op, daar gebruiken ze de koptelefoonkabel voor. Ja, ik heb zo, is dat de Baofeng BF? Ik weet, die dingen waren 11 euro, geloof ik, 11,50 euro of zo. Ja, toen kwam er achteraf, moest ik nog wel een programmeerkabel kopen, dus dat was wel weer een beetje kloten. Maar ik heb gewoon al die onafgewerkte projecten in een grote doos. En ik heb me toch eens voorgenomen om de komende tijd... Vooral die bridge. Die bridge is bijna klaar namelijk tussen Echolink en D-Star. Er is helemaal niet zoveel werk wat daar nog in zit. Dus dat is eigenlijk wel een project wat af moet. Maar eerst de repeater weer werken, want anders dan werkt er helemaal niks. Voor dinsdag, hè? Anders doe ik de ronde, hè? Ja, ik weet niet of ik dat red. Als ik de boel niet klaar krijg en dan ziet het wel een beetje naar uit, dan moet ik dus een DV Mega bestellen. En dat duurt waarschijnlijk langer dan dinsdag. Ja, nee, laat maar even weten, dan pak ik de ronde. Hè? Ja. Tenzij ik nu nog succes heb, wat ik eigenlijk ook niet helemaal uitslaat. Maar het is klote, joh, dat niet. Dat echt. En ik had echt, ik denk dat ik zeker 2,5 repeater nog als. Nee, ik heb die nog niet aan het werk, maar ik heb me wel van plan om het nog een keer op te pakken, Peter. Dus gooi ze niet weg. Dat was Peter. Ja, gooi ze niet weg. Ja, maar het maakt niet uit. Oké. Het is gewoon pech, John. Je kunt er weinig aan veranderen. Maar... Wat ik eigenlijk hoop, is dat heel snel die groep van de Pi-Star, die zijn kennelijk bezig om ook FM toe te voegen. En ik hoop dat die dat snel klaar hebben. Want als dat zo is, dan kan mijn 70 ook FM werken. En dan kan ik die portetjes ook daar gebruiken. En dan denk ik inderdaad dat ik misschien wel helemaal via die bridge ga werken. Zodat je die daar hier uit de regio met een FM-porto kunt doen. Als de rest daar niet te veel boos over wordt. Dat is in het verleden wel eens gebeurd. Hè? Maar daar waren ze er absoluut tegen dat ik dat deed. Maar als het een beetje goed werkt, dan kunnen ze er volgens mij amper over mopperen. Het enige wat... Er waren toen mensen die zeiden van... Ja, het is illegaal om niet je call in beeld te zetten bij D-Star. Nou, dat is niet waar, want bij FM staat je call ook niet in beeld. Maar dan zien ze op D-Star, zien ze in plaats van de call van het station wat zendt, zien ze de call van mijn repeater. En daar zijn wel wat mensen die daar wat allergisch van worden. Ja, maar ja.
je bent altijd verplicht om een call uit te zenden, hè? Om te roepen, hè? Ook met die staart, DMR, noem het maar op, hè? Dus... Ja, ja, maar los daarvan, ik bedoel, in FM roepen ze dat sowieso, dus het, ik zie het verschil niet zo. Maar er zijn, en in het verleden was het wel, er waren ook mensen die op DMR toen zaten. Ik weet nog, wat wel grappig was, toen was die ronde, ik weet niet of die nog bestaat, die hadden ze de DMR-ronde van Delft. En toen kwam die koppeling tussen XRF 088, tussen DMR en D-Star. En toen zei die man van die ronde, die zei van, oh, maar dan zijn de mensen van D-Star ook welkom. En toen waren er een stuk of drie, en die waren zo kwaad daarover, die hebben al hun DMR-spullen meteen op tweedehands gezet en verkocht. Maar ja, dat is een waardeloos en inferieur systeem, en dat klinkt nergens naar het... En dat moeten ze direct verbieden. Maar die waren er ook voor dat AT het zou verbieden. Hè? Die wilden echt dat alleen nog DMR, dat was helemaal ideaal. En alleen DMR, dat zou dan moeten nog mogen. En FM, maar niet DSR. En geen andere systemen. Dus ja, goed. Ik bedoel, waar is je experiment, denk ik dan? Hè? Maar goed, het waren ook maar enkele domoren. Hoor. Waren vast BOA's, waren dat. Want dat is dan ook niet het lichtend voorbeeld van intelligentie doorgaans. Kijken, afgelopen twee weken, ik heb nog maar één lid van onze club kunnen interesseren voor die star. Ja, maar ik heb al zoiets van, binnenkort koppelen ze toch allemaal alles aan elkaar. Joh. Over 2-3 jaar dan is dat gewoon, dan kun je op een D-Star repeater kun je naar Echolink toe. En naar, tenminste, dat hoop ik. Dat zou heel verstandig zijn als dat zo is. Maar als je naar Amerika kijkt, die lopen een stukje voor. Want ja, er zijn toch wat meer amateurs in Amerika dan hier. En volgens mij zijn het ondertussen 800.000-900.000 of zo in Amerika. En in Japan ook iets van 800.000. Dus dat zijn wel de twee landen waar de meeste zitten. En India, dat groeit erg, hè, maar het heeft nog geen naam. Maar dan kun je toch allemaal aan elkaar koppelen. Dus ja, weet je, ik weet niet of we het daar nou vorige week over hadden. Ik denk dat dat in de ronde was, maar dat weet ik niet meer zeker. Maar dat ging over dat er in België zo weinig diesta zitten. Niks. Nee, weet je hoe dat komt? Ik heb vorige week één mailtje gekregen van iemand bij ons uit de club. Jurgen, hoe zit dat nou met die staan? Want ik wil dat ook wel hebben, maar ik weet er niks van. Niemand weet niks van... Nee, maar de kennis die zat altijd wel in België. Maar op het moment, en dat was ook wel een beetje... ja, ik heb vooral goed toen ik met DMR begon. Ik weet niet of je dat weet, maar mijn 70megashop.nl, die webshop, is lange. Dat was de eerste die DMR verkocht in Nederland aan amateurs. Maar ik heb heel veel spullen, ook repeaters, naar België verkocht. Ik had daar zakelijk belang bij. Maar het vervelende was dus dat in België, onder leiding van Patrick, OM4PN, werd er geroepen van ja, maar dat is niks en dat gooien we allemaal aan de kant. En er waren allemaal repeaters in dienst, maar die gingen allemaal over naar DMR. En voor een deel is dat mijn schuld, want ik heb die repeaters daar verkocht en de apparatuur ook. Dus ja, je kunt dat mij een beetje aanrekenen. Maar ja, goed, ik heb er wel goed aan verdiend, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft... klaag ik ook niet. Maar de reden is dat dus, er was heel veel D-Star in België. Maar toen DMR kwam, in Nederland is D-Star gewoon blijven bestaan. En de belangstelling was er ook gewoon. En in België verkocht iedereen zijn spullen. Die deden dat allemaal weg. En die repeaters die waren in no time uit de lucht. En er was ook gewoon zo'n stemming. Hè? Een beetje, ik ben altijd heel erg tegen de beeldvorming. Maar die Nederlanders die hier zo kwaad waren, ja, dat was in België iedereen. Iedereen had zoiets van, ja, de D-Star, dat is niks. Dat lijkt helemaal nergens op, het klinkt ergens naar, je kunt er niks mee. En het is een zootje en de doorgangen die vallen uit en dit en dat. Nou ja, en iedereen riep van, nou, de D-Star, dat moeten we gewoon afschaffen. En iedereen is overgegaan naar DMR in België. En er is nauwelijks nog, dat is zo grondig gegaan, dat er is nauwelijks nog iets van D-Star. Jij bent de enige. Nee, dus, ik ken er nog eentje, Lex heet hij, die ook met D-Star in de lucht is. Maar die zit op de Nederlandse reflector. Ja, dat zal ook wel een Nederlander zijn waarschijnlijk. Nee, dat is echt een van nature een Belg. Dat kun je ook echt horen. Volgens mij is het Collex, maar dat weet ik niet zeker. Nee, ja, in het begin van de DMR, in het begin, een jaar of twee geleden was het hier helemaal hip. Van weten wat we doen, allemaal DMR, dit en dat. Onze club, die heeft zelfs een vergunning om een DMR-repeater neer te zetten. Maar er gebeurt helemaal niks mee. Ook geen DMR, dus... nee, maar het zijn ook wel... Kijk, als je van die typische korte golfmensen hebt, niet allemaal, maar die zijn vaak ook wel tegen lokale verbindingen, dus... Die hebben over een heelheid geen prioriteit, want ja, de X, dat is alles. Ja, bij ons gaat het enkel om de X, contesten, dit en dat. Ja, ja. En ja, dat is ook niet zo raar. Ik heb het tegen onze club gewoon eerlijk gezegd. Kijk, luister, ik doe heel graag digitale dingen. Nee, Martine, kom op! Oh jee, dan gaat het weer om. Miauw, mauw, mauw. Dus ja,
daarom ben ik ook lid geworden van de CAR. Want daar gebeuren dingen met D-Start, DMR, Fusion, noem het maar op. Hè. Analoog, want er staat ook weer een analoge repeater in de lucht sinds deze week. Oké. Okay. Moment hoor, wat die er niet doen? Kijk, die zijn met dingen bezig. Hè. En ik, ja, eerlijk waar, John, als ik ergens een hekel aan heb, dan zijn het kontpesten. Nou, ik niet. Ik vind dat iedereen moet doen wat hij leuk vindt. En ja, die is inderdaad heel duur. Maar dat ding wat Jurgen heeft niet, hè. Als je er een wil hebben, Peter, dan kan ik er eventueel wel eentje voor je ritselen. Een ID 31 is dat. Die zijn toch wel €270 of zo, hoor. Dus houd er rekening mee. Maar ja, nee, ik vind het prima. Kijk, wat wel leuk is, op HF heb je de warkbanden. En wereldwijd zijn op de warkbanden contesten verboden. Dus in het weekend zit ik op de warkbanden. En door de week... Je hoort nog. Ja, bekijk het rustig, joh. En het is ook geen... Hoe noem je dat? Het is ook geen moeten. En het is ook niet ideaal, totaal ideaal dat die staat. Maar het is wel leuk als je het hebt. Maar dat is wel een leuk apparaat. Het is alleen voor 70. Een hele goede GPS-ontvanger in. En het is het apparaat wat ik het meest gebruik. En volgens mij Jurgen ook. De ID 31 Plus. Maar het heeft geen haast en geen prioriteit. Ja, maar als je die porten pakt, Peter... Ja, is goed, joh. Dat is goed. Peter, als je die porten pakt, moet je er wel een open spotje bij hebben. Ja, die heeft hij volgens mij wel. Hè? Of een hotspot heeft hij zeker. Ik krijg allemaal complimenten van iedereen als ik over dat ding zit, dus... Ah, het is gewoon een leuk klein ding. Het is echt een ideaal ding juist voor hotspots. Hè. Dan klik je echt heel commercieel, maar het is wel een beetje zo. Omdat het ding is, het is de kleinste en het is het instapmodel. Hè. Dus het is, anders is het €450 is dat andere ding. En dit ding is wel heel wat vriendelijker geprijsd. Ja, ik zie die 51, die zie ik staan voor, kost dat ding, joh. Ja, dat is een open spot, Peter, een Shark. Dat is wat Jurgen ook heeft. Maar Jurgen heeft er 2, geloof ik. Ik weet niet of jij 1 of 2 hebt. 3. Een 3 heb je? 3. Nee, ik heb 1, 2. Nee, ik heb 3 open spotjes. Ja, maar heb je ook de open spot 3 inderdaad? Nee, die heb ik niet. Peter heeft die wel. Ja, niet die Peter. Ik wou zeggen. Hoe noemt hij nou? Een 1, oké. Okay. PVO. Ja, inderdaad. Die zit daarmee op Deezer. En dat ding, dat klinkt echt fantastisch, hè. Dat is echt heel goed. Ja, maar die zit met een Hitera portofoon naar de open spot 3. En dan naar Deezer. Dat is gewoon geweldig, hè. Ja. Wat hoor ik nou? Ik hoor een repeater, maar ik kan de call niet opnemen. Dat was de Breda. Oké. Nou, even kijken. Ik zal de andere ook uitzetten. De van meneer, meneer Jennekens. Ja, ik zit hier altijd mee, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 frequenties luister ik normaal uit. Ja, ik meestal 2 tot 3. Ik heb ook HF nog aanstaan. Er is veel storing momenteel, dus een beetje balen. Maar ik heb dat ding niet aanstaan, hè? Die X-Face frats. Dan werd mij nog gevraagd, dat QRM-eliminatieapparaat, wat jij hebt, hè? Met ja. Die tweede antenne, hè? Ja. Kun jij mij daar eens informatie over sturen? Ja, ik heb hem van Wimo, maar je kunt hem heel goed kopen op eBay. Er zijn een paar Russen die ze aanbieden. Dingen zijn gewoon goed. Stuur mij daar eens door in een mailtje hoe zo'n ding eruit ziet en zo, want... Ja, het is een kastje met 3 knopjes. Willen. Ja, maar stuur dat dus door. Ja, en ik heb ook verschillende filmpjes ervan, dus dat... kijk wel. Ja, als je hem zelf wil solderen bij HJ in Bergen ter Blijt, heb je voor €53 of zo een ding met een kastje. En dan kun je nog kiezen of die vanaf de middengolf werkt of tot aan 50 MHz. Die van Wimo is echt goed, ja, dat klopt. Dat is die ik ook heb. Maar die Russische dingen zijn vergelijkbaar, hoor. En ik heb ook een schema als je wil, dus... Ja, heel graag, want ik ga je wel... Het ding is heel simpel, hè? Het stelt echt geen ruk voor. Nee, ik ga je wel vertellen. En ik heb daar nooit geen last van gehad, maar ik heb zelf, heb ik wel vermoedens wat er hier in de buurt aan de hand is. Ik heb hier, hier hangt een endvet en ik heb een loop staan. En ik heb, ja, regelmatig weer storingjes op de endvet gehad. Ja, dat begrijp ik.
Maar dan was het nooit op de loep, hè. En nou is het vanaf iedere avond 8 uur volle QRM op de loop en op de NFET. Dus dat klopt niet, hè. Nee, het is wel zo, dus het is veel werk om het af te stemmen. Maar je krijgt het over het algemeen. Ik heb tot nog toe, behalve op 80 meter, waar de storing echt heel erg massief is. Maar op andere banden en op 80 meter heb ik ook niet erg mijn best gedaan. Dus het kan best wel zijn dat dat wel weg te krijgen is. Maar ik ben niet zo 80 meterachtig meer. Vroeger wel. Maar vooral 80 meter de X vond ik vroeger altijd leuk. Hè? En 160. Maar ik doe op die lage banden niks. 5 megahertz is het laagste waar ik wat doe. En eigenlijk tot nog toe krijg ik het allemaal weg. Gewoon hoe sterk het ook is 20, 30 over 9, ik krijg het weg. Dus, en dan ook echt helemaal. Dus je dingen uitzet je en dan is alles verdwenen. Je zet het ding aan, dan heb je stations. En de stations worden niet zachter van het ding. Hè? Dus, Nee, ik heb toch echt waar. Ik heb andere ideeën. Ik denk dat er hier iets in de buurt zit wat niet helemaal pluis is. Een wietplantage. Ja, ik denk dat. Ja. Waarschijnlijk eentje met ledlampen, hè? Ja, dat is meestal in Amerika is dat ook. Dus ja, maar goed, zo'n kastje krijgt het weg. En wat je ook nog hebt, maar dat is een hele dure oplossing. Dat is een soort moederbord waar je meerdere ontvangers kunt insteken. En dan kun je bijvoorbeeld 3 antennes combineren. En dan maken het ook niet zo heel erg uit wat voor antennes dat zijn. En dan kan dat ding de storing wegrekenen. En het voordeel daarvan is dat je zelf niet hoeft in te stellen. Je kunt dan wel zeggen van nou, ik wil dat hij op dat station optimaliseert. Dat kun je wel aangeven, maar dat doet hij dan gewoon. Dan hoef je niet zelf aan knoppen te draaien. John! Maar dat zijn wel oplossingen van 4.000, 5.000 euro, hè? John! Ja, meneer. 4 antennes bijzetten. 3 of 4 kan. En die hebben dan elk een eigen ontvanger. Die ontvangers zijn identiek en die zitten alle 4 op een moederbord met 1 beeldscherm. Ik loop zo even naar beneden. Ik zal je mijn greet even geven, ja? Nee, maar moet dat? Ik ben verlegen. Nee joh, ik kom iedere keer al goed weg. Als ik een jaagje wegsteek van schat, morgen... Dan worden we wakker en maar moet je horen, ik had hier vorige week mijn buurman aan de deur, mijn benedenbuurman, met wie ik enorm goed kan opschieten. We hebben 2 uur staan praten. Toen zeg ik, ja, ik zeg, heb je mijn antenne al gezien? Ja, zit hij, welke antenne dan? Toen vervolgens ging ik zelf kijken. Ik zeg van, nou, volgens mij hangt mijn antenne niet meer. Volgens mij is die weg of zo. Maar ik kon hem niet vinden. Hoe dan ook niet. En hij ook niet. En toen ging ik boven kijken met een lampje s'avonds. En hij hangt er nog gewoon. Dan is hij wel erg dun, hoor. 0,3. En hij hangt 15 meter hoog. Dat is 1,5 centimeter. Dus ja, nee, dit ding is echt... Ik had hetzelfde draad had ik lager hangen. Een meter of 10 ongeveer het hoogste punt en 8 meter het laagste punt. En dan was op een bepaalde richting van het licht, dan was hij echt heel goed te zien, hè, met de zon erop. Maar dit ding is volkomen onzichtbaar, onder alle opstanden. En hij werkt heel goed. Dus het is wel een heel goed idee geweest. Nee, het grappige is, even kijken, ja, dat is al een paar dagen geleden. Ging hier in één keer de bel aan de deur. En wij staan er voor de deur, iemand van onze club. Zeggen, hallo, goeiedag. Ach, Jurgen, ben jij dat? Ja, dat ben ik, hoezo? Ik was nou eens zo benieuwd. Ik zag hier dat er hier een amateur vonden en ik wist niet wat het was. Maar er was dus gewoon iemand bij ons uit de club, hè, die gewoon aanbelde van ding dong. Dus even zien wie het is, hè. Ja, ik heb dus met deze antenne mee, dat is de enige antenne die ik buiten heb. Zijn alle antennes hier volkomen onzin. Maar ik moet zeggen, ik ben dus 15 jaar met de hobby gestopt geweest. En daarvoor vond ik alle antennes leuk en interessant. En ik had altijd nekpijn als ik ergens was voor het eerst. Maar toen ben ik een keer in Duitsland op vakantie geweest. En waren allemaal van die historische gebouwen. En toen vond ik een paar antennes daar zo lelijk. En sindsdien vind ik antennes niet meer mooi. Dus ik vind wel best dat dat allemaal onzichtbaar is. Maar en ik heb een paar keer heel venijnig blikseminslag gehad. En dat maakt je ook wel niet een antenne-fan. Ja, dus. Bliksem, dat kennen we niet in Ravels. Nee, dat heb ik begrepen, ja. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk wel een keer een hele erge inslag. Want dat wordt voor al die jaren opgespaard. Ik weet het niet, hoor.
De eerste keer dat ik blikseminslag had, toen is mijn, had ik voor 27 nou, ik denk dat er niet helemaal 25 watt, ik had een 25 watt eindtrap gemaakt. En die overleefde dat niet. En dan kwamen dus van de coax, kwamen vonkjes af en die gingen toch echt over een halve meter afstand. Allemaal van die kleine bolletjes die richting de centrale verwarming schoten. En ik ben daar nog bij blijven staan ook, wat heel stom was natuurlijk. Maar ik had gewoon weg moeten gaan. Maar ik vond het zo zonde, want die vonkjes die schoten dus ook door die eindtrap heen. En ik had daar heel veel werk in zitten. Maar die eindtrap was wel geduct. Die was echt tot en los. Dat was wel grappig, want ik was toen nog maar heel erg aan het beginnen. En eigenlijk ben je dan ook niet verantwoord bezig. Hè? Maar dat was op 11 meter. En ik had zo'n portofoon. Ja, die heb je volgens mij in de tijd dat je met de hobby begon, had je die al niet meer. Maar dat was een superreg ontvangen. En die dingen die maken enorm ruis. En het was zo met die porto's, die ontvangers die in die dingen zaten, waren van die vier transistor walkie-talkies. Maar de ontvangers die erin zaten, die kwamen op een andere ontvanger kwamen die verder dan de zender van die dingen. Dus die ontvangers die ruisten zo, en het was wel 300 kHz breed of zo. En wat ik dus had, ik had een aparte ontvanger en ik had die porto. En ik had dus een elastiekje om de PTT-schakelaar zitten. En die 25 watt eindtrap er gewoon achter. En die 25 watt eindtrap die stond gewoon altijd aan. En dan zette ik een draadje in die zender dat die ging zenden. En toen was ik een keer weg en toen schoten ze dat elastiek van die PTT-knop af. En toen heeft dat ding 2-3 uur staan draaien met 200-300 kHz ruis 25 watt. En iedereen van, oh, die middag hadden ze een storing. Geweldig. En ik heb toen ook wel eerlijk gezegd hoor, van ja, sorry hoor, maar ja, er ging bij mij wat mis. Ik zou daar nou gewoon mijn mond houden. Maar. Nee, ik heb het bij papa en mama thuis ook nog meegemaakt. Hè. Hoe oud was ik? Hoe jong was ik? Die zaten beneden nog met zo'n buizen-tv, hè? En ik zat boven met... Maar ben je zo oud dat jij nog buizen-tv... Ik dacht dat jij veel jonger was, joh. Wat, hè? Of hadden jouw ouders heel laat nog een buizen-tv? Ik ben pas 47 nou, hè. Oké. Nou, dat valt nog mee. Dan kun je dat meegemaakt hebben, ja. Ik dacht dat je jonger was, dat denk ik altijd. Nee. Ik ben ook al best redelijk oud. Oké, ja. Ongeveer dezelfde leeftijd als Pascal en Casper. Oké. Oh, ik dacht dat Casper ook wel jonger was. Pascal, die vind ik wel... Dat kan ik wel begrijpen, dat hij zo oud is, maar... Nou, dat valt best mee. Heb je ze ooit gezien? Foto's? En volgens mij een filmpje dat hij achter de piano zit. Ja, ja. Zijn leuke mensen. Echt, geloof me, zonder ja, leuke mensen. Ja. Zonder meer. Ze luisteren... Ja, stonden ze in één keer met z'n drieën voor mijn kraampje in Bladel, hè. Oké. Ja, we hebben het echt leuk gehad. Echt waar. En Dinges was er ook trouwens. Hoe noemt hij nou? Dat zijn wel mensen uit alle windstreken dan, hè? Ik vergeet zijn naam. Serge, die was dat toen ook. Oké. Oh, wat leuk. Ja, nee, dat herinner ik me wel, ja. Ja, dat was gezellig. O-N, ik denk altijd dat die ON0 is. Wat is dat zijn cijfer dan? 4 AA. Of niet? Even kijken. Oh, dat kan ik heel snel. Want dat is geen 0, want dan is het een repeater. Serge, wacht. Even kijken. Klik. Dat is ON4 alpha alpha. Ja, toch ON4. Ja, ik denk de 0, dat kan niet. Want dan is het echt een repeater. Toch? Welk? Een ON0 is toch voor repeaters, of niet? ON0 is voor repeaters, maar ja. Serge is ON4. Ja, nee. Ja, dat komt natuurlijk van PA0AA, hè. Die ken ik ook, die zit hier vlakbij. Dat was vroeger de naam van de verenigingszender, maar hij heeft die call geannexeerd. En daarvoor was die PA0RNI. Dus dat is de man van de speciale roepletters. Geen idee. Nou weet ik wel, er is trouwens sinds enkele weken is de PI4, PI0, BRD is ook weer in de lucht. PI0 BRD? Een ronde. Hè, PI4 BRD is dat. Ja, op de 2 meter, hè? Ja, dat is die... Hoe heet die man ook alweer? Boe. Nou, ik kan me even niet... Ik hoor zo zijn stem voor me. Maar ik maak altijd reclame voor die ronde. In de Daily Minutes. Maar die valt dus samen met de dinsdagronde. Ja, wat is, krijgen we nu dan weer? Dat kan toch helemaal niet? Nee, dat vind ik ook. Nee, dat moeten we echt, die man die moeten we echt aanpakken. Wacht eens even, ik vond hem zo aardig tot nog toe. Ja, ik vind ook dat. Nee, moet die moeten die ronde saboteren. Zullen we eens kijken. Want Breda is ook nog de bakermat van de D-Star notabene. Want de eerste ronde die zat alleen op PI1 DSA en PI, dat was niet BRD, hoe heet die nou alweer? Wat is de call van die D-Star repeater nou?
Van PA0. Nou. 3BRB. Nee, die staat in Pieter heeft een andere call. Die heeft de call van die PA0 die hem beheert. Die call die weet ik niet. Oké, okay, nou goed, in ieder geval. Maar die twee repeaters, dat waren de eerste twee die aan elkaar hingen. Bij die staat, dat waren de eerste twee die konden linken. En toen dat kon, ben ik met die ronde begonnen. En dat was dus Breda Amersfoort, dus ja. Nou, wat krijgen we nou dan? Heet niet Twan, of heet hij wel Twan? Nee, Twan niet. Twan is het Tilburg. Die is het Tilburg. Nee, dit is zo'n man die klinkt alsof hij slaapapneu heeft. Adrie. Adrie, ja, nee, nou, inderdaad, Adrie is dat. Nee, John, nee, die heb dat vroeger gedaan, maar die doet het niet meer. Oké. Nou, ze vind ik hem nog steeds aardig, ja, dan weer wel. Maar er is het een of andere nitwit die dat gedaan heeft. Wie zit erachter? Toch niet Jennekens, hè? Dat weet ik niet. Eén van die broers. Eén van die broers. P10SSB. Vroeger op zondag gedaan. Oké. Maar die broers zijn ook aardig trouwens. Daar kan ik ook heel goed mee overweg. Die ken ik goed, hè? De meetapparatuurbroers. Eigenlijk kun je altijd lachen. Ja. De ene stil en de ander niet. Ja, die meldt zijn eigen ook wel in, maar die doet de ronde niet, dat is een ander. De ene is toch PA0 van die broers, hè? Die andere dus P10SSB. Weet ik niet. Ja, en dan heb je ook een PA0SSB, maar die zit dan weer in Tolen. Bij Kees daar. Ja, maar dat is de man van de hoe heet dat? Die kon de maanvluchten, kon hij de communicatie van beluisteren. Dus als je bewijs wilt van dat ze echt naar de maan geweest zijn, hij heeft het allemaal gehoord. Zelf. En hij heeft er ook nog bandopnames van. Ja, dus... Wel mooi. Ja, nee, dat was wel heel leuk. Trouwens, de repeaters hier in de regio, die hebben grappig genoeg allemaal gekozen voor de Rotsjepiep die ook die Apollo's hadden. Dat was 2100 hertz. En heel grappig heeft dus de repeater, en ik denk dat het niet met elkaar te maken heeft, maar de repeater hier in Amersfoort op 70 centimeter en volgens mij ook op 2 meter, die hebben 2100 hertz als rotsjepiep. Maar de nieuwe repeater in Hilversum ook. Dat hoort toch 1750 te zijn? Nee, de rotsjepiep. Dat is 1750 is de tooncode om hem te openen. Maar de rotsjepiep. En die Apollo's die hadden allemaal 2100 hertz. En toen de eerste ontwerpen... En ik weet dat er een ontwerp voor zo'n rotsjepiep in Electron stond. En ja, de helft van de amateurs vond dat natuurlijk niks. Want die hadden zoiets van FM, dat is geen echt amateurisme. Maar dat was in die tijd... En de repeaters ook in die tijd. Dus een rotsjepiep, dat was helemaal uit den boze. Dat was een piratenpiep. Dat was geen maar die noemden ze astronautenbliep. Dat was zoals het schakelingetje heette. Astronautenbliep. Klinkt logisch. Leuk. Ja, dus. Maar 2100 hertz, dat was de piep van de Apollo. Dat is dus heel hoog. Ja. Wel slim. Ja. Maar ja. Die piep had een belangrijk nut. Want de afstand naar de maan is 2,5 seconden heen en terug. Met de snelheid van het licht. Dus anders vallen ze elkaar voortdurend in de reden. Dus je kunt pas gaan praten als je het piep gehoord. Een beetje zoals bij deze stream, hè? Maar die doet er nog langer over. Dat is maar alle digitale, hè? De twee... Ja, nee, maar bij Diesel is de latency met 300 milliseconden of zo. En bij Echolink ook. Ja, op die staat durf ik hard te praten. durf ik hem snel in te knijpen, maar ik kreeg... afgelopen week kreeg ik al die commentaar van KZU, hè? Nee, maar dat kan echt niet. Maar KZU maakt ook een denkfout. Want ze denken dat je daarmee voorkomt dat je dubbel zit. Maar dat is niet zo. Dat kun je heel makkelijk aantonen. Want het is, kijk, als jij, hoe heet het? Jij kunt niet weten of iemand tegelijkertijd met jou de microfoon indrukt. En ook als je een pauze houdt, weet je dat niet. Want je weet niet of iemand al de microfoon ingedrukt heeft, want er zit een latency in. De vertraging zit hem niet in het audio, hè? De vertraging zit in de tijd die er zit tussen dat de PTT ingedrukt wordt en dat de zenders inkomen. En dat is voor elke repeater verschillend. Maar je moet lang wachten om ervoor te zorgen dat alle repeaters afgevallen zijn. Want als ze nog niet allemaal afgevallen zijn, dan ben je op de repeaters die nog niet afgevallen zijn, niet te horen. Ja, en dat is de reden waarom... Via de open spot en zo af. Ja, nee, maar het punt is, als je gaat call sign routen, dan heb je dat probleem niet. Dan kun je hem gewoon meteen pakken. Dus dat is het alternatieve systeem voor D-Star. Hè? En dat is het originele systeem. Dus die vertragingstijd, die heb je alleen maar met gelinkte repeaters. En niet met call sign routing. Dus er is wel wat voor, het PNL SWX, dat is een voorvechter van het call sign router. En ja, dus er is ook echt wel wat voor te zeggen om dat te doen. Maar het is wel verwarrend.
Dus ik zal daar niet ja, over... Ja, weet je wat grappig is? Ik heb dat dan even kijken. Gisteren heb ik gedaan, mijn eigen ronde hier in de club. En dan, dan vind ik het heel irritant dat ik zelf ja, toch analoog die 3-secondenregel aanhouden. Nee, ik heb het geluid niet uit, Peter. Wacht even. Wat zei je, Jurgen? Hm? De 1,5 seconde. Ik heb het geluid er gewoon aan staan, volgens mij. Ja, nee. Ja. Tijdens mijn eigen ronde hou ik ook die 2-3-secondenregel aan, hè. Terwijl, dat is gewoon analoog. En dan zeg ik... Oh, ja, ja. Na 2 seconden roepen mensen van... Hé, hey, Jurgen, ben je er nog? Peter, de XTV staat nog gewoon aan, maar ik hoorde geen audio. Want ik heb al gezien dat je aan het zenden was, maar ik hoorde geen audio. Nee, maar Peter die zei iets. En, maar ik zag wel dat hij de microfoon indrukte, maar ik heb geen audio. Maar ik hoor wel een klikje terug. Of een... Ja, ja. Oh, daar is hij. Kijk. Ja, daar is hij. En nou is hij weer weg. Ja, nou werkt het wel. Kijk. Ja, nu doet hij het, Peter. Wat zeg je nou? Hij doet het. Ja, je hoort pas over 40 seconden dat ik zeg hij doet het. Dat kan ook. Ja, dat klopt. Hola. Hangt Kampen er nog aan? Ja, Kampen hangt er ook aan. Nou, dat maken we enig overlast, maar dat is niet zo erg. Ja, weet je zeker dat Peter niet in de rook zit van die grote brand? Want hij reageert zo traag. Waar is die brand dan? Nou, Peter in het dorp. Een hele grote auto... Een autokerkhof in vlammen is opgegaan. Nou, als het al in vlammen opgegaan is, dan brandt het niet meer. Of was het brand nog niet meester? Nou, ze brandde heel goed. Maar Peter zei dat de wind de goede kant op stond. Dus je hebt er niks van meegekregen. Ik heb een keer, was al lang geleden, maar toen, ik denk dat ik nog bij mijn ouders woonde. Een keer met mijn vader samen geweest naar een brand in Hoevelaken. Dat was een opslag van oude autobanden. Wauw, man, een zwarte walm. Het was niet te geloven. Ik heb heel veel grote branden gezien, heel veel branden, echt ook hele grote. En, maar er is er altijd nog eentje bij die ik nooit zal vergeten en dat was een brand in Dongen. Dat was een pelletfabriek, hè? Hout, vol met pellets, veel lucht ertussen. Dus dat was, ja, dat ging heel goed. En daarnaast zat een fabriek en die deden in melkpoeier. Nou. Dat gaat ook wel goed, ja. Dus goed. Iedereen was aanwezig. Iedereen was er. Pompwagens. Gelukkig lag er een kanaal naast die panden. Hup, 2 dompelpompen erin. En dan, wat waren het? Ik denk 8 autospuiten spuiten erop. Ja. 2 dompelpompen en 8 autospuiten. Dan raakt een beetje op, hè. Ja, op een gegeven moment zaten ze zonder water. Ze hadden 2 pompen bij moeten komen en toen ging het weer. Maar de brandweer, ja, we zaten gewoon zonder water. Want 8 pompen op 2 dompelpompen, nou, dat ging dus niet, hè. En ja... De straalpijpen, hè, we zagen dat water zo, hè, van 12 meter hoog, 10 meter, 5 meter, 0 meter. Water was gewoon op. En ja, dat was natuurlijk niet goed, hè, bij een pelletfabriek en een melkpoeierfabriek dan even. Is tot op de grond afgebrand. Ja, ja. Nee, het bedrijf waar ik gewerkt heb, toen ik daar 2 weken weg was... Toen brak er brand uit bij de buren. En dat was kaarsenfabriek Bolsius. Kaarsen, hè? Dus sierkaarsen. En het was zo dat die panden die waren strak tegen elkaar aangebouwd. Er zat ongeveer 10 centimeter tussen. En de directeur bij ons die was heel erg bang voor inbraak. Want ze hadden daar een keer een heleboel spullen weggestolen. Doordat ze het dak hadden opengezaagd. En dat was dan allemaal beveiligd en er zaten allemaal camera's en warmtedetectoren in. Maar het was een hele grote deur
En die deur die wilde hij op slot houden. En ik zeg van nou, dan moet er een sleutel bij hangen. Want wij zitten aan de achterkant van het magazijn. Het magazijn kan in de fik gaan. De kaarsenfabriek kan in de fik gaan. Wij willen eruit. En ja, ik had daar de leiding over. En hij was daar niet voor. En ik heb gezegd van nou, op een gegeven moment, als het meer dan een paar dagen duurt, dan ga ik zeggen van iedereen de deur uit. Want ik wilde niet op mijn verantwoording hebben. Dan werken we gewoon niet meer. Nou goed, uiteindelijk begreep hij dat toch wel. En toen het ding er één keer hing, toen zei hij ja, je had eigenlijk wel gelijk. En toen hing die sleutel daar. Nou, ik was wel blij. Maar ik was dus weg bij dat bedrijf en het is hier 8 kilometer vandaan en ik zag de vlammen. En er zaten helemaal gebouwen voor en ik weet niet wat allemaal, ik kon het hier zien. Zo'n brand was het. En die gebouwen waren tegen elkaar aan. En mijn collega's die vertelden achteraf, ze hadden alle dure meetapparatuur hadden ze op straat gezet. Het was geen nat weer of zo, allemaal op de parkeerplaats gezet. Dat de damp van de kaarsen, die kwam tussen de muren door en de muren waren gloeiend heet. Terwijl ze de spullen eruit haalden. En daarnaast was een opslagbedrijf, een verhuisbedrijf met opslag. En daar zijn een aantal inboedels die niet verzekerd waren, die zijn opgebrand van mensen die gingen emigreren. Die zit op kampen. Nou, ik kan hem aanroepen, maar ik doe het niet. Ik zet hem even uit. Maar bleek dus dat de wind echt, als de wind 10 graden anders gestaan had, dan was dat pand, dat was dus ook verloren gegaan. En het pand is heel gebleven, ze hebben het nat gehouden en het is gewoon zonder schade heeft het doorstaan. Dat vind ik toch wel ongelooflijk eigenlijk. Hè? En het pand ernaast, van het verhuisbedrijf, dat was weg. Dat was gewoon, beide panden waren bij de grond, tot de grond toe afgebrand. Maar ja, wat wil je, die kaarsen smelten. En Bolsjes is daarna verhuisd uit Amersfoort. De grap was dat de directeur, ze waren goed verzekerd. En de directeur die had s'avonds netjes de administratie. Het was niet net bedrijf hoor, volgens mij is het ook niet brandstichting of zo. Dat leek het in de verste verte niet, dat was gewoon een ongeluk. Maar die directeur die had netjes de administratie gekopieerd, backup meegenomen. En 2 dagen later konden ze met geld van de verzekering ergens anders verder. Dat was ook wel ongelooflijk. Maar een kaarsenfabriek joh. En ik zei ook tegen die directeur, ik zei, joh, moet je horen, ik had toch niet dat we niet die deur uit kunnen. Overal zaten tralies in het gebouw, hè. En dat is altijd de grote tegenstelling die je hebt tussen brandbeveiliging en inbruikbeveiliging. Ja, je moet bij brand moet je snel eruit kunnen. En bij inbraak moet niet iemand naar binnen kunnen. Ja, dat zijn tegenstrijdige belangen. Maar ik vond die sleutel die er ging. En die sleutel hing keurig in een kastje, daar hing een hamer naast. Dat kon je inslaan. Ik heb ook geprobeerd of dat echt ging. Nieuw glas erin. Maar overal hingen sleutels vervolgens. Dus ja. En dat was met vooruitziende blik. Maar ze hoefden niet door die deur naar buiten toen de brand er was. Dat dan weer niet. Dus ze hebben het niet gebruikt. Nee, even kijken. Shit. Even. En... Ja, het is eigenlijk altijd... Ik heb veel in de beveiliging gedaan. Het is, in panden is het altijd verplicht... Als je nou bijvoorbeeld met een poortje, met een badge naar binnen moet. Hup, je bent binnen, dit en dat. En de brandalarm gaat. Dan is het altijd verplicht dat alle poortjes meteen open kunnen. En alle nooduitgangen openstaan. Hè? Ja, ja. En... ja nou, kijk, in dat pand was ook er was een grote brandtrap. Zodat je de kantoorruimtes uit kon. Maar die technische ruimte van ons, die stak richting dat gebouw van die Bolsiers. En dus die brandtrap, daar was vanwege die 10 centimeter geen ruimte voor. Dus je kon vanuit die technische ruimte, waar toch een stuk of 7, 8 mensen werkten, kon je niet. Je kon alleen door het magazijn anders naar buiten. En ja, doordat die grote deur met de sleutel open kon, kon je gewoon heel snel vanaf die plek naar buiten toe. Dan stond je meteen in de open lucht. En je hoefde dan ook niet langs de dozen van het magazijn of zo. Je kon er meteen naartoe lopen. En dat was wel grappig, want toen het gebouwd werd, toen had ik ook deel van de supervisie. En die bouwvakkers, die zag ik met een zaag het dak oplopen. En ik zeg maar, daar moet geen daklicht komen. Ja, natuurlijk moet er een daklicht komen, dat is verplicht. Ja, dat kan wel zijn dat het verplicht is, maar dat gaan we niet doen. Ja, nee, en mijn baas zegt, ja, je baas kan wel wat zeggen, de directeur is het met me eens. Er wordt daar geen gat gezaagd. Ja, ja, waarom dan? Ja, dat wordt onze donkere kamer. Dan maakt hij weer printplaten. ja, die is wel erg goed. Ik heb geen zin. Nee, maar het is ook... Ik wil daar geen polycarbonaat hebben zitten. Dan wordt het zwart moeten schilderen. Ja, maar John, het is zelfs zo, hè. Dat zal in Nederland ook zo zijn. Heb jij een gebouw met 1000 mensen, dan moet jij poortjes hebben... Ja, ja. ...die binnen bijvoorbeeld 1 of 2 of 3 minuten ook al die mensen naar buiten kunnen laten.
Ja, maar die arbo-regels die stammen uit de tijd dat ik daar werkte. Dus toen begon dat pas ingevoerd te worden. En toen hebben we al een keer zo'n vent gehad bij ons van de economische controledienst. Was dat geloof ik toen nog niet dat handhaafde. Maar in ieder geval, die kwam dan allemaal vertellen van ja, en over een paar jaar, dan moet het toch echt allemaal in orde zijn. Ja, toen was ik er al weg. Ja, hier in België komt er niet weg hoor, als de uitgangen niet kloppen. Of dit nee, dat is nu natuurlijk ook zo. En waar ik wel erg van geschrokken ben, dat was een jaar of drie geleden op de televisie. Dat was een serie over de echte Engelse brandweer. En daar was een man en die had een heel klein brandje in zijn huis. En toen heeft hij dat van zijn tafel opgepakt en boven de gootsteen gedaan en heeft daar dus de kraan opengezet. En vervolgens was hij zo door die rook bevangen. Dat hij enigszins onwel werd. En toen dacht hij van, nou, ik ga maar even zitten. En toen is hij in de stoel overleden door de rook. En dat was 2 of 3 ademteugen, zeg maar. En hij was al dood. En daar ben ik erg van geschrokken. Dus zodra er bij mij brand is, dan ben ik ook meteen het pand uit. Kat onder de arm, weg. En als ik de kat niet kan pakken, ja, dan ga ik voor. Dat is heel triest, maar dat is dan maar zo. Maar ik blijf er niet bij. Ik heb wel een paar hele grote brandblussers. Nou, ik kan nog een poging wagen, maar ja... Ik heb hier, ja, en daar ben ik blij mee. Het is trouwens in België ook verplicht om op iedere verdieping een brandmelder te hebben. Ja, nou, ik heb ik heb in elke ruimte heb ik er 1. En er zijn verschillende ruimtes waar er meerdere zijn. Boven de repeater hangen er 2. En nee, dat is wel, wel belangrijk, ja. Dan heb ik er wel 1 probleem. Kijk, in de keuken hangt er geen. In de woonkamer hangt er geen en op de hobbykamer hangt er geen, omdat ik rook. Ja, ja, ja. En, ja, dat is, ja. Dat moet je toch ook niet doen, Jurgen? Dat is ook zo verschrikkelijk slecht. Ach, jongen, toch, dat maakt toch allemaal niet uit. Alles wat lekker is, is slecht. Maar ik heb wel... Ja, maar vind je dat is toch ook niet lekker? Het is hartstikke vies. Ja, dat ligt er al lekker ook, John. Ik kan een hele mooie vrouw tegenkomen. Als ze daar naar de bak ruikt, dan blijf ik eruit de buurt. Maar luister, ik heb dus, even kijken, beneden in het halletje hangt een rookmelder. Op de overloop hangt een rookmelder en in mijn slaapkamer, ja, dan rook ik niet, hangt er ook één, hè? Ik heb er zelfs nog 2 voor het geval de rookmelder stuk gaan. Oh, wacht, in mijn derde hobbykamer hangt er ook 1, dan rook ik ook niet. Kijk. En, maar er is 1 probleem. Die zijn met elkaar gekoppeld. Ai, ja. Maar de deur of via de luchtcirculatie? Via de lucht, via de rook. Dan melden ze op. Oh, wacht even. Dus dan nee, dan gaat die dingen af. Ja, nee, ja. Ik zat al te denken, oh, dan zit je in een ruimte waar het niet naar de rook stinkt. En dan komt die rook daar toch binnen en dan zit je toch in de stank. Maar het was meer voor de rookmelders. Die rookmelders, daar hangen er 4. Ik ben ook echt letterlijk allergisch voor roken. Ja, nee, maar ik bedoel, het is niet zo dat het aanstelleritis is. Als iemand op het terras een peuk opsteekt, dan moet ik mijn lifokap pakken, mijn oogdruppels en mijn neusspray, want anders dan is het niet meer te harden. Jij weet niet wat een sigaret kost, zeker? Oh, dat maakt me niet uit. Ja, maar goed, veel te weinig. Als er eentje afgaan, ja? Dan gaan ze alle 4 af. Oké, nee, dat heb ik niet. En... Dat is allemaal niet zo erg, maar ik moet ze 1 voor 1 moet ik ze resetten. Ja, dat is sadistisch. Dan moeten ze ook met 1 knop weer uit kunnen. Dat is gewoon heel sadistisch is dat. Dat moet je niet accepteren, dat is pesterij. Ja, dat is het ook, want ik moet trapjes pakken. Hup, maar voor mij die gaan zo hard dat ik eerst mijn gehoorbeschermer op moet zetten. Ja, van die van mij, als je daar in de buurt komt, dan krijg je het ook een beschadiging anders heb ik wekenlang een piepoor. Dat is schandalig. Ik heb hier zo'n ding hangen, dus voor het geval dat. Voor als ik de batterijen moet vervangen. Ik ga mijn sigaret uitmaken, want ik ben alweer bang dat er direct eentje afgaat. Nou, ik wil het wel horen. Dat dan weer wel. John, dat wilde jij niet horen. Ja, maar ik heb hier niet zo last van. Ik kan je gewoon zachter zetten. Ja, dat weet ik. Maar als er eentje afgaat, dan gaan ze alle 4 af. Ja, ja, ja. En dan moet ik weer een trapje gaan pakken, want die dingen die hangen altijd... Ergens aan het plafond, waar je net niet bij kunt. Nee, dat is inderdaad heel hinderlijk, is dat. Ja. Magreet, die gaat helemaal gek worden. Ik had een koolmonoxidebelder.
En die kon niet tegen 10 meter. En die hing, toevallig ging die 2 meter bij mijn 10 meter antenne vandaan. En ik heb meerdere keren gehad dat dat ding dus afging. En nooit meer uitging. En die batterijen die gingen er ook niet uit. En dat ding ging maar door. En dus hij kreeg 1 spijkje in SSB op 10 meter. Flop, zegt hij. En dan gaat hij aan en dan gaat nooit meer uit. Dat is handig. Ja, inmiddels is het ding met die koolmonoxide-melders, die gaan na 5 jaar worden ze heel veel slechter. Dus dat ding is al lang weg. Maar dat was echt fijn was dat. En die maar goed, het is nu niet zo erg als een voorbeeld wat ik gehoord heb van iemand waar bij de. Want dat ding hangt ook vlak bij de verwarmingsketel. Dat is ook de reden waarom ik de koolmonoxide-melder heb. Maar er was iemand waar dus bij de verwarming, als hij de microfoon op 10 meter indrukte of op een lagere band, dan zit hij, als hij langs rond, dan gingen alle gaskleppen open. Het is wel goed dat hij dat in de gaten had. Want voor hetzelfde heb je het niet in de gaten. Dan gaat hij waakvlam en dan floep. Of dat... Hey, ben je er nog trouwens? Ik hoor geen Jurgen meer. Jawel, ik ben er nog. Oh, ik dacht dat mijn telefoon uitgegaan was. Hallo? Ja. Nicky Breekie. Ja, we zijn er nog. Ben ik er nog? Ja, ik hoor je. Ah, dokie dokie. Hoi, kom weer wat regen aan. Richting Bels. Oké. Ook onweer of niet? Nee, okay. Niks. Ah nee, want dan moet ik de antenne loskoppelen vannacht. Ja, ik doe dat toch niet, hè. Maar de regen gaat hier weer voorbij. Komt niet over de Ravels. Nee. Ha! Kijk aan. Hey, joh, ik ga zo stoppen. Dat is goed, dan stop ik ook. Ik ga eens kijken. Het lukt me vast niet om vanavond nog online te zetten, maar we gaan kijken. Ik ben zelfs aan een van mijn onderwerpen niet toegekomen, kun je nagaan. 2 zelfs. Oei. Van de 3. Nou, we hebben toch een leuke onderwerp voor morgen, of overmorgen. Maar nou, voor volgende week. Daarom. Ja. Maar wat gaan we doen? Gaan we dan naar Zoom of naar Skype of naar de WhatsApp? Dat kan ook nog. Daar gaan we over nadenken, maar als het dan mijn ligt, ik zou kiezen voor Skype. Ja, maar ik heb zeker al Microsoft, joh. Voor het beeld en huppatee. En ik weet ook niet of het voor Linux wel is, want dat is een tijdje niet geweest. Dan hadden ze om te pesten, hadden ze niet voor Linux een app. Dus dan maar ik ga geen Windows voorop starten, echt niet. Dat gaan we echt niet doen. Ik heb Windows alleen voor de uitzonderlijke situaties en zo weinig mogelijk per voorkeur. Dus geen Skype? Nou ja, dan kunnen we wat anders doen, maar nou... Maar eerst eens even kijken of ik zo'n SIP, want dat is ook al lastig. Die heb je tegenwoordig ook vroeger. Je stikt die in de SIP-apps. Nou, je stikt die ook wel van de reclame bij die dingen. Maar XS4All had het toen ook een, maar die kan ik niet meer vinden. En die is vast ook voor Windows. Dus. Ah, Skype, dat kan vast wel. Misschien. En anders wat anders. Maar Zoom is wel leuk vanwege die venstertjes dan weer. Nee, ik heb nog nooit meer Zoom. Ik ook niet. Ik ook niet. En het schijnt onveilig te zijn. En misschien hebben de Russen er wel iets mee te maken of de Chinezen. Maar het is geen TikTok. Nee. Het is geen TikTok. Ach ja. Dat dan weer niet. Zolang we daar niet ziek van kunnen worden, dan kan het ook hè, met Zoom, hè. Ja, nee. De Chinese koorts, volgens Trump. Ja, nou, de groetjes en hoei, of zoiets. Dat ga ik doen. Ik sluit hem af en ik ga wat eten. Dat was eigenlijk de reden dat ik wilde stoppen. Ik krijg ineens enorme honger. En dan ga ik, onzin uitkramen. Ik ga nog een lekker hapje doen. Ik ga maaltijdsoepje maken. En een lekker sigaretje maken. En bah. Oh, ben je mijn eetlust niet bedenken? De gedachte... Nee, ik vind roken echt heel vies. Dat echt... jongen. Nou, maar goed, ik hoef het niet te ruiken. Dat valt dan wel weer mee. En ik hoor het niet aan je stem. Sommige van die mensen die krijgen dan ook een hele rare stem van. En dan denk ik ook van... ik heb een familielid. Mijn vrouw, die klinkt echt als een man daardoor. Jeet niet zeg. Dat moest ik nou net weer niet horen. Man. Ja, nee, dat is wel echt waar. Man. Ja, dat is echt... Nee, maar roken is echt geen goede gewoonte. En het is vies. En het is ook helemaal heel onnatuurlijk. Iets brandends in je mond steken. Ik bedoel, kijk als het nou nog hasjes is. Maar... Ja, maar... Over 10 minuten, hè? Ja, wat dan? Ja, dan gaat die hasjes er weer in. Oké. Nou, dat kan ik dan nog enigszins... Maar dat kun je ook in cake bakken. In wat? Een hashcake. Dan hoef je het niet te roken.
Volgens mij is de reden dat ik nooit aan hash begonnen ben wel de reden dat, dat in die tijd dat ik nog daarmee in aanraking kwam, wel eens dat iedereen eigenlijk rookt. En ik wilde per definitie geen sigaretten proberen. Anders had ik misschien nog wel eens een keer net als Bill Clinton genomen en dan niet geïnhaleerd. Maar ja, dat inhaleren dat stond meteen. Maar als er toen een spacecake, nou, er waren wel mensen heel af en toe op feestjes die iets van een spacecake hadden. Maar volgens mij heb ik daar de diepte nooit van doorgrond en ben ik er daarom nooit aan begonnen. Ja. Ik heb altijd gedacht dat jij een oude hippie was. Jawel, maar geen, ik heb nooit drugs gebruikt. Echt nooit. Ook nooit gerookt. Het enige wat, maar ik kan al niet tegen alcohol. Dus ik kan er ook gewoon niet tegen. Ik mis een enzym in mijn maag, waardoor ik van 1-2 glaasjes drank al helemaal op mijn kop sta. En dat is wel heel goedkoop en leuk. Maar ik ben stom dronken soms. Ik ben van 1 biertje, van minder dan 1 biertje, echt de straal Lazarus geweest. Echt. Dat mensen dat op mijn werk bij de vrijdagmiddagborrel, dat iemand mee moest met mij naar huis om te voorkomen dat ik met de fiets aan de hand rare dingen zou doen of om zou vallen. Ja. En dan werd er door de directeur gevraagd van, nee, ik denk dat doe ik nooit meer op de zaak. Ik heb ook nooit meer wat gedronken daar. En dat was van 1 blikje Heineken. En dan, ik had het niet eens allemaal. En ik had van tevoren 4 boterhammen genomen. Ik denk, dan heb ik een bodempje. Nou, dat werkte niet. Ja, nee. Ik heb meer mensen, die zijn daar heel gevoelig voor. En ik heb één keer, heb ik echt heel veel gedronken. En toen had ik er geen last van, wonderlijk genoeg. Dat was ook wel gek. En het was in België. Het was in een kasteel waar goede vrienden van mij trouwden. En op die bruiloft begonnen we eigenlijk meteen met 2 glazen champagne naar achteren te slaan. En ik heb toen de hele avond gedronken en ik herinner me alles nog. En ik had nergens last van. En nog lol gehad ook. Ja. En dat heb ik op bruiloften nooit hoor. Echt, dat is helemaal stierlijk erger altijd. Ja, nee, ik ben een stuk erger. Oké. Okay. Ik bedoel, jij hebt wel last van de drank veel en neemt ook veel meer. Of wel last, maar jij neemt veel meer. Totdat je er ook last van hebt en dan denk je dat je lollig bent, maar dat is niet zo. Ja, dus normaal is dat altijd zo, hè? Ja, je denkt dat je lollig bent, maar dat is helemaal niet waar. Nee. Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet van die avond, maar ik herinner me daar geen incidenten van. Nee, ik heb achteraf ook gehoord dat ik heel gezellig was. Dat weet ik nu ook wel weer zeker. Ja. Ja, ik heb dat gelukkig ook, hè. En, van die vrienden die voor je liegen, inderdaad. Hé, ik ga ophangen, ik ga wat eten. Dat is goed, dan wens ik jou smakelijk eten. En doe maar kopje krauw aan Martine, hè. Ja, die is inmiddels heel rustig, dus die heeft het toch begrepen. Het kwartje is gevallen. Maar die zal weer honger hebben en behoefte aan gezelschap. Dus, Martine, je krijgt hier de groetjes van... Ah, ik heb hem uitstaan, Peter, sorry. Want het was vanwege die Amerikaan die ik ineens hoorde. Heb ik hem uitgezet, sorry. Schandalig. Ja. Nu staat hij weer aan. John, ik hang op. En ik ook. De groeten. Zo. Ja, nog. En groetjes iedereen. Tot morgen. Yo, Peter de groeten. En dank voor je aandacht. Is maar zo'n vegetarisch burgertje in de oven. Hatsje, waar is mijn toetsenbord? En de muis. Eerst het toetsenbord, dan de muis. Het is hartstikke donker hier. Nou, koptelefoon, kijken of dat allemaal goed gaat. Rits. Bah, wat een smerige piraten. Bah, wat een smerige piraten.
This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour.